The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. I'm here to help you with a sword. As it ergens over moet gaan, send the message. Not the face. Give us a Iedere overeenkomst with a bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to de AA. Het gebeurt niet vaak dat je iemand zowel de grande dame als het enfant terrible van de poëzie en literatuur kan noemen, maar voor onze gast van vandaag maken we graag een uitzondering. Ze is auteur en dichter. Haar debuutroman, het Engelstalige Kittens in the Boiler, verscheen meteen in de VS. En voor haar poëziedebuut, De Dieren in mij, won ze meteen de Cornelis Buddingprijs in Nederland. Met diezelfde bundel zou ze een jaar later ook de Provinciale Prijs voor de Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen winnen. What's in a name. Haar dichtbundel Blinde Gedichten werd. Blinde Gedachten, eigenlijk? Was het? Ja, toch, hè? Ja, blinde Gedichten. Blinde Gedichten, toch, Blinde Gedichten. Goed, maar mijn eigen geschrift is zo vreselijk. <hast> werd in 2013 genomineerd voor de Herman de Koningprijs. En in 2017 werd haar volgende bundel, Dichter Boxer Koningsdochter, dan weer genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Haar gedichten verschenen in verschillende literaire tijdschriften als de Poëziekrant en Tirade. Zo schrijf, ze schrijft ook regelmatig columns voor Humo. Ze was even stadsdichter van Damme en museumdichter van Brugge. In 2020 maakte ze haar Nederlandstalig debuut met Beschermvrouwen der Verschoppelingen. En in datzelfde jaar werd ze bekend bij het grote publiek dankzij haar opmerkelijke passage in De Slimste Mens waar ze derde werd. Haar nieuwe boek Wie heeft Delphine Leconte vermoord? is net verschenen bij Borgerhof en Lambricht. En ik kan eerlijk gezegd niet wachten op wat deze heerlijk, subversieve, positief, romantische, pessimistische, robuuste, vrele, oppressief zware, lichtvoetige, luchtige denker ons allemaal gaat vertellen. Ladies and gentlemen, de onnavolgbare, altijd boeiende, zelden ordinaire Delphine Leconte. Welkom Delphine. Dank u, dank u voor de prachtige, onstuimige inleiding. Voilà, we gaan nu beginnen met adjectieven om elkaar te gooien tot er geen eind niet meer uh, aankomt. Dat is wel een van van de eerste dingen dat mij, dat mij opviel, want ik heb vaker uw columns wel gelezen in Humo, maar toen ik het boek las, jij houdt wel iets van een adjectief. Ja, maar ik spring daar wel eigenlijk wel kwistig mee om, maar mm. tegelijkertijd ook, als, zelf als, zelfs als staan er vijf naast elkaar, ik denk wel erover na. Mm -hmm. De betekenis uiteraard, maar ook de klankkleur, dus ik vind ze eigenlijk wel. Nodig en natuurlijk is het overdadig, maar ik hou van overdaad en wansmaak. wansmaak Ja, mm -hmm. ik, ik, ik vind niet erg dat. Ik heb liever dat mensen mijn teksten storend of ja, ergerlijk vinden of mm -hmm. ja, dan dat ze zeggen: Oh, wauw um, Kabelend of tof schoon. geschreven ja, zes op tof, tien. ja, tof? Ja tof zes op tien. Nee laat maar. Ja, ja nee. Dat is nee. ook zo. Maar, maar, maar je merkt ook wel dat er een enorme cadans zit in wat dat jij schrijft. Vooral hm. als ik, omdat ik eh, ik zat deze, deze morgen met mijn vrouw eh, in de tuin en die vroeg om mij van wie god interviewt. Ik zeg Delphine Leconte en zei zo ah oh ja ik, ik ken die van op de slimste mens. En ik zeg, ja, ik zal eens een stuk voorlezen uit die boek, omdat dat ging over die adjectieven. En gemerkt als je het voorleest dat dat ineens zo ta 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 dat dat ja. een flow heeft of een ritme heeft. Ja. Dat is wel zo. Er zit misschien nog een hiphopper in je verborgen uh, ja, ergens. Wel, ja, ja. Ik... <laughs> ik ga nog alles nog veel experimenteren met allerlei vormen. Dus mm -hmm. dat is wel mogelijk dat ik nog, uh... ja. ja, ik weet het niet. <laughs> ...een album of een plaat opnemen. Nee, ik weet het niet. Ik ben gewoon volop... Ik ben heel gulzig. Ik mm ben -hmm. met mijn allerlei projecten bezig. Ik werk wel ik, niks af. Ik ben wel heel slordig. <laughs> Allee, ik werk niets af. Ah, um, oké. Okay. Ik um, keer niet graag terug naar oude teksten. Okay. De tekst die ik gisteren schreef is al oud. Allee, <laughs> maar ja, dat klopt natuurlijk niet. Dat is ook wel een vorm van... Ik weet niet, gemakzucht of... Of ja, die koortsigheid. Die onrust die in mij zit... Ik wil altijd maar ja, nieuwe dingen uitproberen. En, ja. is, ne is Nederlands eigenlijk een taal waar je in, blijven, in kunt blijven vinden, woorden kunt blijven vinden? Ja, ik denk dat wel, maar ik ga misschien ook nog terugkeren naar dat Engels. Um, ja, misschien gaf mij dat een vals gevoel van. Ik weet niet, ik, ik vond dat ik daar. Ik vind nog altijd Kittens in the Boiler mijn. Het meest rauwe, me meest schaamteloze werk. Um, omdat ik daar ook de indruk had van: niemand kijkt mee over mijn schouders. Uh, en mijn familie, ja, uiteraard, ze kennen wel het Engels, maar mm -hmm. de, dat interesseerde hen ook niet. Uh, ze vonden dat ook maar, iedereen vond dat ook maar een marginale bedoeling. Mm. Nu, <laughs> ja, nu, zoveel jaren achteraf, denk ik, is dus eigenlijk wel. Hmm. Tof dat ik kan zeggen dat ik gedebuteerd ben in de Verenigde Staten. Ja. Maar toen was dat zo, ja. Maar dat is toch ook zot? want hoe heb de. Ja. Zet jij um, heb je al van jongs af aan heel veel Engels gesproken? Want jij hebt wel talen gestudeerd, dat weet ik. Er was ja. toch Russisch ook bij, geloof ja. ik niet? Klopt toch, hè? Ja. ja. Was, was, was Engels, is dat een taal die heel ja. gemakkelijk bij u ligt of die ja. jij heel vlot spreekt? Ja, ja, die gemakkelijk bij mij ligt. Ja, ook al, mijn, al de cultuur die ik gretig. Opslok is ja, saxisch alleen vaak Amerikaans, ja. Ja, zoals bij velen van ons waarschijnlijk. Mm -hmm. en, uh, maar ja, en dan ook een lief gehad uit het uh, uh, donker mistroostige Sheffield. Dus dat hield <laughs> natuurlijk ook. Ja, ja dat zijn ja. wel de twee juiste adjectieven <laughs> voor Sheffield. Ja. Ik vraag mij gewoon af, omdat je. Ja, later zo werd bekend zijn met je taalgebruik in het Nederlands. Dat, wat, wat was bij u het gevoel dat je je eerste boek in het Engels moest schrijven? Waarom, waarom had je dat idee? Of... Ja, ik denk dat ik zo... Ik ben zo domweg uh, op... Maar echt heel nerdachtig en, en zielig zo op message boards. Hier, hier is niks nerdy in. <laughs> Kijk nog deze kamer, serieus. <laughs> er, is, er is niks dat je god kunnen zeggen, waar wij van denken, huh, nerd. Begin, <laughs> begin van de 21e eeuw, zo de opkomst van uh, ja internet stond nog wel zo'n beetje in zijn kinderschoenen. Was zo op message boards van Iron Maiden yeah. of van Saxon zo. Een beetje een personage beginnen verzinnen en dan merken dat die andere mensen mij best wel geestig vonden. En... Weet u uw screen name nog? Weet u nog wat u. Wat u... Um... Want messageboards, dat ken ik. Dus, ja. uh... <laughs> Iets, ja, um... past onder uw eigen naam, waarschijnlijk niet. Nee, nee want dat ja, lijkt me ook wel een moeilijke naam voor. Engelsen en Amerikanen, ja iets met Delphine talks, Becount. nee, iets... <laughs> talks with coyotes, zoiets knolligs. nee, ik weet niet, nee, nee. of autistic penguin underscore 666. Ja. zoiets, ja. <laughs> nee. Maar... Um, ik vind dat wel grappig omdat dat is natuurlijk toevallig iets dat ik zelf ken, omdat dat, ik heb daar ook uh, uren uh, Geleefd, die ik nooit meer terugkrijg. Maar wat wel eigen was aan messageboard, zeker in die tijd, was dat je er uh, semi-vriendschappen kon ja. opbouwen, maar je kon er ook heel snel ruzie krijgen. Ja. Is dat, trok je dat ook aan? Want je kunt daar heel gemakkelijk mensen provoceren. Hè? Je moet maar ja, één zin ik, zeggen. En... Ik merkte daar dat ik meteen zo het ongeleid projectiel was en dat ik zo dat er zo de helft mij haatte, zoals het nu ongeveer. Ook is. Uh, en de helft echt ja, bijna verzot was op mij en geschenken begon te sturen. En uh, ja, erratic was zo het woord dat terugkwam. Uh, ja. En wat was dan zo, Vond vonden dat dan leuk? Want je had dan waarschijnlijk bold statements gemaakt? Ja, ik beweerde dan, ja, het was op een sex -and message board en ik beweerde dan dat ik. Um, oasis, aan Bad. Ja, dat was ook wel een klein beetje zo, maar het maakte overdreven om op mijn zenuwen te werken. En ik had ook zo, um, die promiscuïteit, dat, dat deed ik ook al alsof ik zo, uh, ja, een hele verdorven vrouw was. Ja, wat ook niet helemaal uh, gelogen was en die kleptomanie, zo, dat heel schaamteloos, exhibitionistisch, zoals het nu nog altijd toe. Ja, ja ik genoot natuurlijk van de aandacht. Ook van de tegenkantingen en de woede. En, uh, mm. ja, en dan ook toch, ja, ja. Ook geleerd om geestig te zijn en, en ja, dingen afgekeken van, altijd wel uh, ja, dingen afgekeken van hoe gevat, hoe gevat mensen konden zijn. En, en, uh, Is er een soort. Uh stappenplan om iemand op zijn zenuwen te werken. Zeg je er goed in? Als je zegt een, een beginnende op de zenuwen werker, wat is zo het eerste? Voelde jij dat direct aan? Nee, maar ik, ik heb meestal een persoonlijkheid waar je mee geboren. Ja, is. ja, voilà. want ik heb al schaam, maar zelfs af en toe gebeurt het wel eens. Dat ik denk van, kan je toch een tijdje pogingen doen om aangenaam te zijn en om ja, gewoon wat rustiger en bedaarder en sympathieker. Uh -huh. Maar ik ga gewoon de mist in, dat lukt mij niet. Ik uh -huh. weet niet hoe al die guitige, ja, guitige, lieftallige, zachtaardige mensen dat doen, maar dat zit niet in mij. Als ik het doe, ben ik achteraf zo woedend. Waarom was ik zo mild? <laughs> Dat is wel zot, want dat je je eigenlijk leert kennen, dat jij hier binnenkomt, ga je zeggen: lief. Ga je ze eigenlijk een heel. Bedeesd. Bijna bedeesd, een ja. klein beetje. Ja. Je zou bijna durven zeggen: verlegen. Hè, als ja. gij... Terwijl dat, dat sta volledig ja. haaks op alles ja. wat dat jij schrijft en hoe ja. dat jij in elkaar zit. Is, is dat altijd een soort um, uitlaatklep geweest voor jou, schrijven? Ja. Of ben je dat op? Jazeker, want er ja. zit zo'n grote woede in mij. Dus ja. ja, vroeger heb ik het wel ook. Um ja anderen alleen op, op mij afgereageerd alleen met zelfverminking en ook anderen wel uh, het leven uh, lastig gemaakt of nee gewoon fysiek gewelddadig geweest <laughs> ja. Dat kan ik me dat, dat, dat al, al niet voorstellen ja. bij u dat kijker ja want ja en en is dat van Klein Zavan, maar heb jij een gevoel dat jij weet waar dat vandaan kwam? Is dat een woede die altijd in je gezeten ja, heeft? Ja, ik weet. Ja. Ik ben opgegroeid bij mijn grootouders, um, de ouders van mijn moeder en Juffrouw Nora in tweede kleuterklas. Oh arme, Fientje heeft geen moeder. Ja. En mij altijd op schoot nemen en mij aaien tot ik het op een dag beu was en Juffrouw Nora met een knutselschaar aanviel. Zag oh, <laughs> nee, ik, wil, ik, ja, ik weet wel nog dat ik echt niet vertroeteld wilde worden en zo ja, geen vervelend kind was, maar wel zo al heel rap van autoriteit in vraag stellen of, mm. en ook niet om kunnen gaan met die structuur van een, een schooldag, zo'n eindeloos lange schooldag, dat weer al die puzzel van de wolf en de zeven geitjes. Laat maar. <laughs> ik zou wel spijben. Ik heb van heel vroeg beginnen spijbelen en hmm. ja En wat deed je dan als je ging spijbelen? Katten volgen, zwerfkatten volgen. Oh, ik dacht al even katten in steken. Nee. Ik dacht, kom maar daar naartoe. Meegelokt worden door pedofielen. Het heeft al lang geduurd, vind ik. Hoe lang, hoe lang is ze bezig, de podcast? Ik dacht, wanneer komt de eerste pedofiel voorbij? En we zijn er. Heerlijk. Ja, ja. Maar als je dan zo, als je dan zo ging spuibelen, was dat dan. Uh, was dat een opluchting of was dat, was, voelde dat als iets spannends? Ja, toch vooral een opluchting. Mm. En uh, ja, zoiets ja. bijna vanzelfsprekends. Maar ja. je hebt wel iemand, je hebt heel literair. Je kunt niet zeggen dat, dat dat. Er zit heel veel kennis en, en er zit heel veel lagen in. Dus. Ja, op zich. Dat zijn wel op school soms wel een plek waar je ook wel iets kunt leren. Ja, het is ja, niet ja, allemaal verschrikkelijk. Nee, nee, tuurlijk, tuurlijk. En ik ben ook leergierig. Maar ja, in de pannen was dat ja, katholieke instelling, dat was de mm -hmm. jaren tachtig. Dat, um, ja, ik, maar dan later, ja, in, in het middelbaar onderwijs ben ik dan in het kunstsecundair onderwijs beland. En dan was dat wel een warm bad en zo ook wel kleurrijke, onorthodoxe leerkrachten die dat ook echt aanmoedigden van ja dat we net rebelleerden en ja. niet alles nou, denkt iets anders hè? ja ja, ja en, dat, en ook veel zijn we ook ja natuurlijk veel allee, rauwe kunstenaars aangereikt dus dat was ja tuurlijk ik heb ook wel um, ik heb ook wel goeie belangrijke leerkrachten gehad die me ook wel. Die geen schaar naar hun uh, kop hebben gekregen. Nee. Heb <laughs> jij nee. veel gespijbeld? Uh, nee. Nee, ik heb wel. Ja. Ook, ja, ook heel veel. Zeker in tijden van het middelbaar. Enorm veel. Ik heb je toen ooit eens omschreven door de directeur, naar het schijnt, achter mijn rug. Als l'expert brosseur. <laughs> Zo noemde hij mij. Maar. maar ik, ik denk. Dat, wat dat jij zegt, dat, dat was niet altijd omdat je dat spannend vond, maar dat was eerder omdat je zo hard niet daar wou zijn. Ja. Zo, dat was het heel dikwijls. Je wilt gewoon iets anders doen met je tijd dan daar, omdat ja. je voelt dat dat niet nuttig wordt ingevuld ja. of zo. Ja. Ja. Maar dan toch, um, want ja, ik, ik moest al meteen lachen toen ik uw boek bekeek. Want het is eigenlijk een soort autobiografie, maar dat is het eigenlijk niet. Het is een, het is een beetje autofictie. Zullen we maar zeggen, hè? Wat dan? Maar ja, ik weet, ik ik weet, weet dat ik me heel erg kwaad gemaakt heb, zeker. Hoe was dat? Dan ja, nee, ik moest gewoon lachen, omdat maar ik, ik, ik zei gewoon van. Ik, bedoel, ik wist waar je naartoe ging. Ik zei. Pas op, want ik zag je zo zien. Maar je zei, nee, nee. Auto is een autofictie. Ja, ja, dat, ja. De, ja, maar je hebt dat natuurlijk ook door als je dat leest. Dat ik denk, ja, dit is. Wat ik, wat ik daar interessant aan vind, aan een soort autofictie. Dat was eigenlijk de vraag die ik wou stellen. Als, jij, als je dat verhaal... maar is dat een soort. Um, hoe moet ik dat zeggen? Gevoel dat je meer controle hebt over het verhaal. Als jij kunt bepalen, dit is compleet van de pot gerukt, maar daar, daar zit de waarheid. En ik balanceer dat uit zodat, de, zodat je eigenlijk voor je eigen moet gaan beslissen. wat dat jij denkt dat waar is of niet als je dat leest. Zit dat daar een beetje in? Of? Ja, ik, ja, ik vind dat interessant ook. Ik wilde er ook geen zo treurig verhaal van maken. zo heel rechtlijnig van. Ik was een slachtoffer, en toen ontdekte ik dat ik een scherpe pen had, en toen was dat. Het is ook veel complexer. Mm. Um, ik was een slachtoffer, nee, maar ik was ook uh, altijd wel een. Uh, soms ook wel een hufter. En oh. ja, nu. En toch, maar. Dat zou ook wel weer heel controversieel zijn, toch heb ik ook al als kind het gevoel gehad dat ik. Heel erg volwassenen dwong om pervers met mij om te gaan, maar ik weet, een kind is sowieso onschuldig en maar dat hoe, kan niet. Hoe, waarom, waarom zeg je dat? Wat, wat, wat was dan iets dat je, dat je dan het gevoel had dat je deed? Want als je zegt dat je hè, mensen dwingt om pervers met je om te gaan, wat waren uw acties dan waar dat je daaruit afleidt? Of wat, wat was hetgeen dat je, dat je toen deed? Gewoon altijd. Ja, volwassenen verleiden en... Ja, mm -hmm. ja ik denk... Ik, ja, ik heb dat ook nog wel later als volwassene gedaan, zo... Ja, geweld proberen uit te lokken maar... Ja, omdat ik, omdat ik toch wel met een slecht zo mensbeeld zat, al heel vroeg, van, dat ik dacht... Het zal toch ooit ontaarden in geweld en verdorvenheid, dus... Laten we er dan maar meteen komaf <laughs> mee maken. Maar ja, maar, maar Dat is ons... een soort self-fulfilling prophecy <laughs> ja, eigenlijk dan, ja. basically. Ja, en dan, gek genoeg, vier jaar geleden, um, beland ik daar bij de versleten X trucker, de voormalige vrachtwagenchauffeur, mm. die een hele slechte reputatie heeft in de buurt en die er ook echt ja, twee meter lang zwart, Donker haar, metalgast, ziet er heel ruig uit. En dan dacht ik: Ah ja, dit wordt wel iets voor mij. Die zal vast ja, niet. Dat ik denk dat. De... Maar ook omdat hij die, die slechte reputatie had. En dat was dan zo. Een watje, een doetje, lieve schat, zo attent en zo hoffelijk. En ja, Maar dat heb ik dan ook. Toegelaten en ben nu wel oh, blij. Voelde dat ik voelde niet, dat niet de, want dat alles die nu zou dan toch de neiging hebben om dat ook kapot te gaan maken? Of ja, niet? ik heb dat echt ook wel geprobeerd. En... <laughs> Hij komt ermee om. <laughs> um, ja. ja, ja. Heel, ja. En is dat, is dat iets dat je echt van. van... Is, zijn er dingen, want je, je hebt natuurlijk ook dingen meegemaakt in je jonge leven. die je die waarschijnlijk gevormd hebben, in je idee gevormd hebben. over hoe dat mensen en volwassenen zijn. En je zit ook iemand die dat, je zegt dat vaak. je wilt je absoluut niet opstellen als een slachtoffer. wat ook heel cool is. Maar heeft dat een beetje geholpen. van uiteindelijk toch te erkennen dat je dat wat waard, waardoor dat je terug wat ruimte hebt om iets goed te laten aflopen, en niet te zeggen ik maak het bijvoorbeeld kapot, want dat is toch de enige uitkomst. Ja, ja, nu ja, nu ben ik, nee, nu ben ik daar wel, nu ben ik daar inderdaad wel geraakt, dat ik niet uh, mm -hmm. um, dat ik ook niet meer zo, zo hard moet zijn voor mezelf, en uh, maar um, en ook, ik heb ook wel dat onuitstaanbare en dat irrationele, en ik herken, ik herken dat, dat als ik andere slachtoffers tegenkom en ze jammeren te veel naar mijn goesting, maar dat is niet mooi van mij. Maar dat werkt heel rap op mijn zenuwen. En uh, ja, mijn moeder spreekt me daar vaak op aan. Mijn strengste kritikaster, dat ik, omdat ik zelf zoveel wonden en obstakels heb overwonnen dat ik heel weinig geduld heb met mensen die jammeren mm -hmm. omdat dan, dan in mijn ogen soms kleinzerigheden zijn, maar ja, ik begrijp ook wel, iedereen heeft een andere draagkracht, et cetera, et cetera, maar ik hou, hou niet van mensen die jammeren. Hmm. Ik hou ook niet van mensen die zich verliezen in emoties en ja, ik weet het niet. Dat zijn leuke tijden voor u. Ja, ja inderdaad. Ik kom me heel vaak ergeren. Ja. Dat is wel zo. Ja. Ik weet het niet. Ik snap, ik snap wel wat je wilt zeggen. Want ik, ik, uh, dat, dat is dan vaak wat je, wat je hoort, denk ik. Of iemand dat jij toch ook vaak moet horen. Als je zo zelf het gevoel hebt dat je niet bij de pakken zeg, gewoon zit gewoon zitten met wat u overkomen is. Maar dat je letterlijk gezegd hebt: Fuck it, ik, ik ga erdoor. En, en what doesn't kill you makes you stronger. Ja, dan. dan Mag iemand anders tegen u zeggen: ja, maar je moet snappen: niet iedereen is even sterk of niet iedereen heeft dat. Maar soms is het ook gewoon leuk om u dan toch rot te ergeren om die mensen. <laughs> er zit toch ook iets Tuurlijk. leuk aan, ja. niet? Zeker. Je hebt toch de neiging om dat te doen. Om zo, als ik een ja. kop zie van een artikel en ik erger mij al kapot aan die kop, dan ga ik dat toch lezen. Ja, en ja, ik ja, weet ja, al ja. hoe dat, dat ja. gaat eindigen. Ja. Ik kon kwaad zijn en weet ik wat nog allemaal. En dan moet er toch een moment in je kop zijn dat je zegt... Misschien doe jij dat ook wel gewoon graag, je eigen ergeren. Ja, ja, tuurlijk, ja. tuurlijk. Dat is ook zo. En dat is ook een vruchtbare bron, basis voor mijn opiniestukken en zo. Dus ja... Mm -hmm. ja. Mijn boek begint al met een onwaarschijnlijke zin, okay. vind ik. Uh, de openingszin van de proloog vind ik al echt onwaarschijnlijk. Ophanging heeft een slechte reputatie. <laughs> dat is toch al direct <laughs> de zin dat ik denk. En we zijn oh. vertrokken. Ik zei oh. niet oh. Ophanging heeft een slechte reputatie. Vertel, Delphine Lecault. Gelukkig kwamen er Ver geen sensitivity readers aan het pas. Nee, maar... Oh, zalig. Het is eigenlijk wel, ja... Mm -hmm. een, een romantische visie van mij, ja. Mm -hmm. Ik kan er uh, voor alle duidelijkheid gewoon even de... De, de tegenpartij bijzetten, wat vervelend is aan de... Oh. En ja, wat vind jij, wat, vind jij wat, wat is, want als je zo'n zin neerschrijft, ja. je, kunt, je kunt een makkelijke. Um, maar het is geen luchtige provocatie. Dat, dat bedoel ik, ja. Ja, je kunt nee, heel snel niet, zeggen van ahahaha, maar, maar dat is niet <laughs> nee, wat jij schrijft. Nee, want dat doodsverlangen en dat um, ja, soms gewoon wel een zelfmoord plegen zit in mij, of heeft heel erg in mij gezeten. En Um, dat klinkt morbide, maar toen ik in mijn nieuwe huis kwam en die houten balken zag, was dat ook mijn eerste idee. Oh, hier. Oh, hier kan het. Ik uh. jij ook gaan testen met, met of dat de draagkracht het ging houden. Zo? <laughs> Is dat ook hoe dat je dat zo verkoopt? Oh, dan, dat je ja. samen gaat, hè, want dat samen Want woon ik eigenlijk samen met je nee, truckchauffeur? Dat is zo, uh, ja, Het is nog altijd oké. Okay. Het was niet dat jullie met twee stonden voor de meubelen binnen. En <laughs> dat ga je zo met je touw om die balkzij trektoekjes. Is deze. <laughs> je had dat vooral om die immobilieverkoper moeten vragen. Ja, ja. <laughs> zeg maar, uh, hebben hier mensen hun nagen al opgehangen eigenlijk? <laughs> uh, uh, dat, dat wil ik vooral weten. Ja, al de... hebben ze lang gespart, ja. <laughs> ja, maar de slaapkamer. Ja, nee, nee, maar Nee, De slaapkamer ze zijn geen balken. Maar meer kunnen dat etkers. Hoe goed is dat, man? Fantastisch, hebben ze lang gesparteld. Mooi, zo. Mooi, Delphine. Altijd eentje verder, dat is af. Vijftien seconden schijnt het gemiddelde te zijn. Voor al je dood bent. Ja. ja okay, maar dat zijn al lange vijftien seconden, denk ik. denk ook wel, ja. ja. Toen zei dat je, want dat hadden ze vroeger met die klep. Hè, dat ja. je valt en dan breekt je gewoon je nek. Maar dat is niet. Ja, dat is ook ophanging, maar dat is eigenlijk gewoon meer een soort. Maar als je echt letterlijk hangt en dan moet gaan dan. Maar wat was het, het Hoe zeg dat? Het romantische, sensuele dat jij daar dan in ziet voor uzelf? Um, ja, um, zo uh, het koord, touw uh -huh. sprak al, vind ik al zo'n ambigu gegeven. Dat is zoiets seksueel, ja, de dood en seks zo ook iets, altijd iets verbonden. Ja, 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 wow. ja okay. sprak mij aan. Ging dan op zoek naar ophanging in de kunst. Um, <laughs> ja, um, oh, ja, mm -hmm. Maar ja, inderdaad. Erotische, auto -ero nee, erotische asfixiatie. Ja. Auto-erotische asfixiatie. Ja, Helena, een... Helena Christensen ja. was nog bezig over topmodellen. Mm -hmm. En die uh, die, ah, die die, 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 do die doet die doet dat die doet dat graag. Of of die vind die vind die vindt dat leuk. Helena Christensen? Ja. ja. Die? Nee, nee. zo was bij Michael Hutchins. Ja, 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 ja. Hij ja, ja is zo, zo is Ja, Michael Hutchins, ja. dat weet ik nog. Ja. Want, Hitchens, ja. want uiteindelijk heeft hij zijn, uh, ja, nee. zijn ex-vrouw ook zelfmoord gepleegd. Jeet Paula Jeet. Ja, die Andréz. dat samen met Bob Geldof ja, ook was. Ja. Hè, want dat was zo'n heel uh, Een gedoe met die. Geldof, ja. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> De verschrikkelijke Bob Geldof. Michael Hutchins. De verschrikkelijke Bob Geldof. Die eigenlijk leuk was als zanger van de Boomtown Rats, vond ik, maar het was eigenlijk vanaf dat om zichzelf oh, opwerpt oh, oh, oh. als de redder ja, van de mensheid, ja. dat hem uh, opwierp eerder. Is uh, Jezus-complex uh, ook iets dat uh, een rode lap is voor u? Dat mensen die zich moreel superieur wanen. Ja, het, het, ja. Ik, wil, ik wil de wereld redden-type. Uh, ja, ja, heel erg. Bono heel erg. van? Nee. <laughs> nee, inderdaad, nee. Andries, Delphine, Delphine, ah, ja, Andries. En nee, uh, and go. <lacht> 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 nee, inderdaad, ja. Mm -hmm. um, Vanaf ik voel hoe iemand is dogmatisch of beeld zich in dat hij nobel is of aan de juiste kant staat, wauw, nee, dan, dan haak ik af. Omdat vaak zo activisme mm -hmm. toch vaak zo met humorloosheid gepaard gaat ja, ja. en zo. Maar regels zitten <laughs> wel. Ja. ja, ik ga ook nooit iemand afschrijven. Ook niet iemand die. Mm -hmm. stomme xenofobe dingen zeggen. Ik vind dat toch wel vind net interessant om met mensen in dialoog te gaan die ook ongemakkelijke dingen zeggen. Ik kan me echt niet opsluiten in een bubbel, maar allemaal mensen die van, ja, van postdoeken, mm -hmm. Black Sabbath luisteren bijvoorbeeld, <laughs> of van, ja, nee, ik weet niet. Mm -hmm. vind, vind, ik vind het boeiender om mensen te ontmoeten die, ja, die schurende dingen zeggen. Die... Mm. Ik wil helemaal niet een ai over mijn bol krijgen. En met andere bevriende, gewichtige, monkelende dichters daar elkaar zitten gelijk te geven. Of... Ja, Dat is toch niet interessant. Mm. Allee, ja. Maar kun je wel snappen <coughs> um, dat er misschien mensen zijn die daar er, die er misschien zich van af. Die wel conformistisch zijn, gewoon omdat ze rust willen. Omdat de levensstijl ja. dat je beschrijft is ook een hele vermoeiende levensstijl. Want alles wat je ziet is onmiddellijk all over the place. Want je gaat altijd naar, naar donkere ja. gedachten. Ja. ja, ik snap dat mensen een kabbelend, veilig leven misschien wennen. Het is al Sereen. goed dat je dat al omschrijft. Sereen. God al, God al in je kist liggen, maar nee, maar, hey, ze, Ik snap wel wat je bedoelt, want, hey, ik, ik, Je hebt natuurlijk een aantal hey, dingen gezegd waar je uiteraard van weet. Um, hoe zeg je dat? Je kunt het vaak als je van slechte wil ze kunnen zeggen dat het is goede kopen pro provocatie, maar ik heb zelden het gevoel als ik echt lees wat jij allemaal schrijft. Dat dat zo is, hè? een van de, oh. meest, uh, de, de dingen waar je denk ik uh, heel veel kritiek op hebt gehad, was het moment dat je over, over Bart de Pauw praatte oh. en zij van misschien een beetje buitensporig hard aangepakt of zo. Um, van waar komt dat? Je weet natuurlijk, op dat moment zit iedereen te zeggen: hey, oh, het, is, het is onze eigen Harvey Weinstein. En het is. Te, het, wat ook al wel een redelijke overdrijving is, maar je weet wat ik wil zeggen. Mm. Het was volle back-me-too. Het is echt het moment dat je merkt dat heel de, de maatschappij is tot te kantelen naar die richting. Alles gaat daar naartoe. En op dat moment zeg je: gij, Ik vind nou wel dat je hem wat hard aan het aanpakken bent. Is. Is, ja. dat, is dat echt omdat je. Want ik heb een gevoel dat jij dan echt een soort onrechtvaardigheidsgevoel ja. ervaart. En dat, jij, dat dat de reden is van waar dat vertrekt bij je Of is dat niet? Ik weet ja, tuurlijk. het niet. Natuurlijk. Vanaf ja. het zo. Ja, het gebeurde ook in groep. En het was zo massaal. En ja, vigilante wankers. En als ik gevoel van allemaal. En het was ook allemaal zo ongenuanceerd. Maar ik. Ik weet dat ik dan ook heel bot formuleer en dat ik dan slachtoffers tussen aanhalingstekens zet. En... Maar anderzijds, ja, dat is ook mijn stijl, dus ik neem dat niet terug. Maar ik had ook wel niet zien aankomen dat, het zo... dat er zoveel reactie op ging komen. Alhoewel, er zit ook wel iets zelfdestructiefs in mij. Dus hmm. toen het na die slimste mens zo doodgeknuffeld werd, <laughs> maar ja, dacht ik ook: van, help, ik kan hier ook. Niets mee aanvangen, want ja, ik ga niet deelnemen aan Dancing with the Stars. Mm. Ik ga sowieso door de mand vallen als koddige bv, want dat ben ik niet. En ja, geestig, ja, dankzij die virtuose montage van de slimste mens, euh, leek het alsof ik, kwam ik af en toe komisch uit de hoek kwam, maar ja, mm. ja ik wist, wist echt niet wat ik ermee moest aanvangen. Dus, en ja, en, verveelde me ook, het was corona. Maar, maar nee, maar ik had wel niet gedacht dat ik zo. Uh -huh. um, klas dan. Ja, ik zit niet op sociale media, maar mijn zusje toonde dat. Uh -huh. Van pareltje van Vlaanderen tot de meest gehate persoon van Vlaanderen. Uh -huh. ja. En mijn moeder, die gelukkig heel slim is. Pareltje van Vlaanderen, ik zou toch liever meest gehate persoon, zijn. Wees blij, ah, kindje. Ik, ik dacht dat hij nee. had gezegd, je nooit naar paarden. Ah. geweest. dat je dat al helemaal dat, dat, dat je dat nog een moeder die je zo nog wat meer dat kapot slaagt, dat dat ik de reden was dat je moeder kwaad was. Nee. Wat een leugens. Nee. Maar dat is, ik vind het wel interessant omdat je, eh, je kunt natuurlijk, eh, dat, dat was uiteraard kregen dan bakken kritiek over u als je maar al een stem zei die al niet zegt wat iedereen zegt. Heb je dat al vaker? Maar, er, en, maar je zegt ook zelf net dat er, dat er ook iets destructiefs in zit. Dat, dat, Had jij ook echt zin om af te rekenen met je eigen imago op dat moment en te zeggen: nee, nee ja, ja, ja. zie mij maar niet te graag? Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Ja. Ja. Uh, ja, uh, de, wat is de schrik eigenlijk om te verliezen, ik zal het zo zeggen, als iedereen u graag zou zien? Ja, ik heb dan schrik dat ik in mijn teksten te veel zo mikken. Op de lach, of dat ik toch zo rekening houden. Onbewust bijna van, mag toch niet te rouw zijn of ik ga mensen verliezen, maar ik wil daar nooit rekening mee houden. En dus. Mm. Ja, um, want zelfs toen, na die Bar te Pauw, werd ik dan wel um, ja, kreeg ik dan wel uit rechtse hoek, ja. schouderklopjes. De, de... Maar die be... maar, de, gelukkig was dat na mijn stukken over pedofilie had ik het was daar dat ook gedaan. Ja, Gelukkig. <laughs> dat gelukkig zijn het daar dan begonnen. Allemaal die vijftigers <laughs> met bierbuigen. Goed gezegd, dat viel niets. Mag er nog? Uh, ik mag niet eens op de poep van mijn secretaresse slaan. Oh. Zo, het was zo, de, ja. En dan ga je eronder. Pedofilie. Heerlijk. En <laughs> go. Ja, ja. Oh, man. Want dat, dat vond ik ook zo'n stuk. Omdat ik. Eh, we we begonnen zowel rondcirkelen over deze. Want ik zijn mm. ook zo all over the place, snap ik. Maar dat pedofilie-ding wat je nu zelf ook boven had. was natuurlijk het andere grote controversiële ding. Alleen heb ik daar ook altijd wel zoiets. Want wij hebben zelfs al een paar keer zo'n soortgelijk gesprek gehad. hier tijdens mm. de podcast. Van stel dat je geboren wordt. en je, je voelt je aangetrokken mm. tot kinderen. Maar je doet niets. Je grijpt je, je ja, ja. U er niet aan. Je doet niks seksueel. Je. Mm. Je surft niet rond op kinderporno, mm. waar ook kinderen slachtoffer van Niks van die dingen. Mm. Waar is uw plek in de inclusieve wereld? Mm. Zijn er mensen die dan zeggen: als jij dat eerlijk zegt, van dat is wat ik ben, dat is wat ik voel. Ik doe er niks aan, mm. maar ik ben dat wel. Mijn gevoel is: als iemand dat tegen mij zou zeggen, dan zegt, zegt een deel van mij. Ja, ik moet u accepteren, want gij kunt er niet aan ja. doen. Een ander deel zegt: jij blijft wel niet in die kamer zitten met mijn ja, dochter. Natuurlijk. Zo snapt het, ook, er, zit een, er, zit, er zit wel een enorme. Ja. Dat, dat is de, denk ik de enige bevolkingsgroep waar het zo moeilijk nee. voor is om daarvoor te gaan accepteren. Nee, nee dat is waar. Tuurlijk. En dan krijg je wel hè, een, een term waar jij zelf ook een beetje onnozel van wordt, omdat je zei: Eerst moet het weer middeleeuws worden. Hè. Bescherm vrouwen der verschoppelingen. Maar dat is wel iets dat je dan op dat moment doet. Ja, ik vond dat toen belangrijk uh, om dat te doen. Mm -hmm. Belangrijker dan het opnemen voor Bart de Pau. Omdat ik toen wel wist dat, ja, dat ik uh, heel weinig uh, medestanders ging hebben. Alleen dat ik ook. Uh, oh, um, ja, maar opnieuw was vooral om dat ranzige fenomeen van de. Pedo-jagers aan te klagen, uh, mm -hmm. uh, ja, en dan. Maar op, opnieuw heb ik een en ander ongelukkig geformuleerd. Zoals te zeggen, er huist een pedofiel in elk van ons, oké. Okay. <laughs> <laughs> dat is dan toch, dat moet ik dan toch terugnemen. Mm -hmm. uh, maar uh, oh, ja, uh, ja, wat, wat gaf u eigenlijk al het gevoel om dat te zeggen, om mee te beginnen? Als je dat gevoel hebt, er huist een pedofiel in ons allemaal. Is dat een van, waar kwam dat, van waar kwam die zin eigenlijk? Want je moet die op een bepaald moment op papier hebben en denken, terwijl je die neerschrijft: ja, dat yeah, kind of makes sense. Maar dan, als dan de kritiek terugkomt, nee, nee. dat je dan denkt. Dijs was misschien niet maar een beste moment. Dus, dus ik vraag me altijd af waar dat, dat hè, ja. van komt. Als je, hè, als je al wel eens de neiging hebt om wat controverse op te zoeken. Wat mij ook niet helemaal vreemd is. <laughs> en je krijgt dat dan. Er zijn ook momenten dat je dan over je wagen denkt. Wat was ik kaler aan het denken op dat moment toen ik dat aan het zeggen was? Heb jij nog een ja. idee wat dat was? Ja, nee. Ik weet dat ik toen heel bijna manisch. Heel gulzig aan het schrijven was. Ik had ook verschillende stukken erover geschreven. Ik weet niet of dat het tweede was. Het ja. doet er niet toe. Ja. Ik denk. Ja. Ik weet het niet. Het is, Want je wordt ook, ook heel boos op die, op die ene student. Hè. Dat is begonnen met iets dat iemand. Die Sven ja, van van der Meulen, ja, 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 zo. Ja, ja omdat ik. Oh, ja, een sensatiebeluste. Uh, ja, ik durf te twijfelen aan zijn uh, goede bedoelingen. Uh, dus uh, net zoals nu met de Reuze Gommers en Ace uh, ja. ja, ik denk niet dat die uh, kapot is van verdriet. Over, of hele grote verontwaardiging voelt. Uh, ja, het maakt zo... Het is, ja... Het maakt zo deel uit van zijn lollige show. En... Uh, ja. Mm -hmm. Ja, dat, maar, was ook een, dat was ook een stevig stuk, hè. Je, je eigenlijk serieus laten gaan bij AC. Omdat je ook het gevoel had van ja. Ja, ik was woedend, ja. Ja, ja. ja. Omdat zo iemand heeft wel heel veel volgers. En om dan aan te zetten tot uh, haat en, en wraakacties... Uh, mm. Nee, ik wat is afschuw. En wat, wat zijn al nou, die mensen die zitten te schreeuwen, uh, ze moesten hetzelfde meemaken, gieten een keel vol visolie. Zijn dat dan die, de goede, fatsoenlijke ja. rechtschapen mensen? Dat is, uh, dat is het ding dat ik ook ja, denk als je dat, het woord klasse justitie ja. gebruikt, en dat soort dingen, en dan denk ik, ah oh, we zullen de justitie anders aan jullie overlaten. Ja, ja, ja. Want dat is wel duidelijk ja. hoe dat dat... Dan, dan ja. krijgen we pik en veren ja. en uh, ja. ophanging misschien, met wat chance. Ja. Hè? Maar snap je wel... Um, maar want ik vind dat wel interessant, dat, want dat is wel een heel dunne lijn. Hm. Hè? Zeker wat uh, het acid-verhaal betreft. Er is wel een deel van zijn persona waar je eigenlijk veel mee gemeen hebt. Namelijk een beetje onafhankelijk, um, knuppel in het hoenderhok, um, soms met ook spontaan, of in ieder geval soms, niet, soms erover gaan. Zou ik wel zeggen? En mm. tegelijkertijd vind in dit geval, ja, ik vind dat niet kunnen. Maar is dat ook niet soms wat leven is, dat gewoon niet altijd consequent is en soms heel dicht bij elkaar ligt? Ja, tuurlijk. Maar, maar ja. dat is ook iemand die gewoon zichzelf buiten de, 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 de ja, laten we het dan de mainstream media noemen. Want dat is natuurlijk wel een Hollandse term, maar zichzelf mm. ook gewoon ja die heeft gewoon heel veel volgers, maar tegelijk is ook maar een, gewoon een gast die ook maar begonnen is of zo en zichzelf uh, ook niet nie, nie, ja, laat vormen tot wat van hem verwacht wordt. Nee ik weet het, maar ja ik denk dat het bij hem toch wel ja om zijn persoontje vooral draait. Ja ik, ik heb echt wel engagement en als ik een opiniestuk schrijf, ja, klopt het ook. Allee informeer ik me ook, ook wel. Ja het is heel Koortsig en rusteloos en woedend, hartstochtelijk geschreven, maar het klopt wel. Allee, het klopt wel, ik bedoel, mijn feiten kloppen wel um, als ik, uh, allee, als het over politiek gaat of zo. Allee, ik ben niet... Uh, ben, ja, er zit ook een uh, bedacht samen. Ik verdiep me wel in zaken, nee, ik vind niet... Uh, je hebt sommige mensen die woedend zijn en die zeggen dingen. en die halen, jagen heel veel mensen tegen hun in, in het harnas. en daar kunnen ook hé, hele terechte kritiek op hebben heel vaak. maar waar dat, dat vanuit vertrekt, is een soort echt niet om kunnen met iets dat er gebeurt. en dat moeten zeggen. En dat gevoel heb ik niet bij ACIT. Bij ACIT heb ik een gevoel van. Er, er zit een soort, ja, heel de, alles wat je toe oproept, al die dingen dat daar rond zijn, dat voelt heel hard als een soort mob justice. Mm -hmm. Zo, we hebben ineens allemaal besloten dat het nu klasse justitie is, hè, het modewoordje van het moment. Mm. En, dan, en dan gaan we ineens allemaal zeer recht schapen, de meest wraaklustige, walgelijke shit doen, want we hebben eigenlijk nu het recht om dat te doen. En dan vind ik dat je eigenlijk je eigen argument al onderuit haalt. Omdat ik denk, dan kun je gaan beginnen praten over hervorming van justitie. Moeten die maximumstraffen, werkstraffen hoger liggen? Moeten we nog, nog meer gaan nadenken over als iemand daadwerkelijk sterft omwille van een onvrijwillige of vrijwillige actie, wat niet duidelijk is. Hoe pakken we dat aan? Kunnen we dat justitiegewijs zwaarder maken? Dat zijn allemaal discussies die je mocht hebben. Maar niet en bende mensen die daar beginnen te roepen. Ja, die is een, we gaan het restaurant van die ouders van die kerel. die er niks mee te maken had, kapot maken met negatieve recensies. We gaan beginnen met uh, reservaties te maken voor twintig man. die niet bestaan en niet komen opdagen. want die moet failliet en die is een familie moet kapot. en dat moet allemaal dood. Want reuzegom. Ja, zwaar. Er zit iets d er enorm, het... maar er zit... enorm. Maar er zit ook wel iets. Um, ik denk dat dat interessant, de hele zaak interessant maakt. Dat het alleen maar verliezers zijn en tegelijkertijd dat, het ook niet al, dat soms het, de middelen niet correct zijn. Maar wat ik er dan mee heb, en dat ik is niet een kant kiezen, is, hij had het niet gedaan, stel hij doet het niet, ja, mm -hmm. dan is het voorbij. En er is wel iets dat niet helemaal juist is. Want de klasse, er is niks mis met het vonnis, met het maar het is wel fout wanneer dat het vonnis is, wanneer ze zijn beginnen werken. Dat is het probleem. De klasjustitie zit niet zozeer in wat het gerecht gedaan heeft met die uitspraken, want dat was allemaal correct mm -hmm. volgens de regels. Het gaat over wat is daarvoor gebeurd. De rechtbank kan, zich maar, kan maar kijken over wat ze te mm -hmm. zien krijgt. Mm -hmm. Maar wat ze te zien krijgen, daar is het misbruik mee gebeurd. En dat is zo eigenlijk waar de klasjustitie over gaat, over hetgeen dat ervoor, want er wordt wel echt gezegd, er zijn een aantal getuigenissen die erin. Ja, natuurlijk. Dat dat, vind... dat, dat, dat dat geen coole vind... zaak was, is duidelijk. Ik vind... Maar ik, 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 heb, ik laat het er eigenlijk wel niet over aan de meute om nee, dan maar te beslissen wat daar gebeurt. Zeker moet niet. Gebeuren. Maar dat is niet, maar ik vind, wel, ja, ja. ik vind wel, laat het dan wel een signaal zijn dat, als het, dat dit ook alleen maar zo groot kan worden omdat er iets mee schort. Mm -hmm. het, laat het dan eerder een, een, een gevolg zijn en ik vind wel. Er is zeker iets voor te zeggen, dat oproepen naar hout, dat kun je niet goedkeuren, dat zeker niet. Maar ik heb ook zoiets, ja, als er niets, als het niet is, ja, dan... Ja, ik, ik geloof wel in de krachten van iets. Iets kan een gevolg mm. hebben. Mm. En dat is hetgeen, uh, het feit dat er niks anders over gezegd is en dat we ons inderdaad met hem dan moeten behelpen, dat zegt mm. ook veel over het grote probleem. Mm. Mm. Ja, ik weet het niet. Ja. Ja, er waren natuurlijk al een hoop studentenbetogingen en zo ervoor. Het was al duidelijk dat er iets leefde. En ik vind, ja, daarom ruikt hij voor mij meer naar opportunisme dan naar ik ga hier echt staan voor iets. Maar eerder, haha, als ik deze hier online line gooi, dan ben ik de held voor een hele hoop mensen. En al die collateral damage erbij, ja, dat is dan maar jammer. Want de grote zaak, het doel heilig te middelen. Zo'n beetje dat. Ja, en denk, dat vind ik ook ja ik, ik had dat daar ook moeilijk mee ik, ik zat je, daar en ik dacht ik denk dat het ergens zo, in het midden zit zoals althans dat zit. Maar, mm -hmm. ja. maar ik kan ook wel even vragen over um, hey, um, je zegt van um, hey, toen het moment dat je zo met de slimste mens dat dat dat, dat gebeuren was en um, hadden daar um, had, was dat een eerste keer dat je zoiets meemaakte had dat dat er zo een soort Goedkeuring kwam op die ja, schaal. Ja. Want ik ken bijvoorbeeld okay. heel veel, ik ken een aantal mensen, die... ik ken veel mensen die, 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 die fan, die eigenlijk al, sorry, maar wij kenden die al. Jij wordt wel een, een soort, voor de mensen die het niet wisten, maar jij wordt eigenlijk een soort cultfiguur. Je oh, gaat al veel fans. Zo, ik ben altijd blij als ik word aangesproken, ja, op straat is meestal, ken je van de slimste mensen. En zo blij als het is, soms is negen op de tien keer van de slimste mensen, af en toe van humo. En dan ook af en toe van de poëzie. En ik voel na mijn voordrachten dat er ook wel mensen dan zo ook ostentatief zijn. Ja, maar ik kende jou wel van voor de slimste mensen. Zoals dat wij ook soms zo'n beetje kinderachtig kwaad zijn als een groep plots mainstream ja, ja. wordt. En dan, dan oh nee. Dus, uh, dus ja, die, die poëzieliefhebbers, sommigen mm. vinden dat wel vervelend. Dat ik dan zo'n beetje publiek. Uh, Bezetbaar geworden. Zo uh... elitair, zo. Mm. Ja, ja terwijl... zo'n beetje snobisme de, de, de zo. Ja. de demo was het beste zo. Terwijl, <laughs> terwijl wat je dan zelf zegt, is dat ook weer grappig. Want eh, er, is, er is iets inderdaad, ook. Je ja, hebt ook een beetje een, een underground vibe op nu. Mm. Ook door. Dat jij namen dropt in je boek, links en rechts, Rotting Christ en zo. Je, really? Hè? Zo, oké. Okay, dat is ook niet een naam dat je zomer dropt. Dan weet dat zo'n Griekse black metal band komt niet elke week iemand mee voorbij. Het is ook niet een naam dat je zomer hebt opgezocht, want daarvoor merkte ik aan veel te veel andere dingen. Dat jij dat nee, nee. echt luistert dat naar die muziek. Raak. Dat jij ja. dat, dat echt graag hoort. Maar dan doe hij een uitspraak. Uh, ik ben liever lui dan moe. Daarom heb ik voor het genre poëzie gekozen. <laughs> ik weet dat er toen een lezer. Dat was in de Hummel-column ja. En dan kwam er een lezersbrief. Die toch? Ja, ja. Omdat ik een keer had gezegd van. In een half uur flans ik een gedicht in elkaar. En dan. Die toch? Ze is er bij eentje. Maar echt. Eigenlijk klopt dat. Ik, wik, ik, ik schrijf heel snel, dus, mm -hmm. dus tot grote ergernis van um, ja, schrijvers die zitten vroeten of die doen alsof dat het schrijfproces heel moeizaam en en um, ja als het zo moeizaam verloopt wordt dan misschien imker of touwslager. Nee, ik, ik weet niet. Ik, bij mij schrijven altijd heel vlot vlot gegaan en ja mm. het is niet zo maar ja de andere schrijvers hebben dan niet graag dat je dat demystifieert dat je ja. dan um, daar zo nonchalant over doet maar ja ik denk dat wordt ook Brusselmans ten onrechte verweten hij schrijft zoveel dus kan het niet goed zijn dat is onzin hè? Mm. hij is grappig of de film is grappig dus verdient hij geen oscar <laughs> wat een onzin ja. Ja. Hoe, hoe schrijf je? is dat? Is uh, dat laptop of is dat ja. gewoon dat, dat is ook redelijk klassiek? Zo, ja. Altijd ook wel in notitieboekjes noteren, maar zo s'nachts opstaan en meteen op de laptop en ja. Mm. Drie uur later staat er een geniale tekst. Ik <laughs> vind het wel goed dat je dat zegt. Huh? Maar de, want poëzie is natuurlijk een, een, een... Ja, dat is eigenlijk ook een beetje van, van, van de literatuur. Is dat ook weer zo'n soort niche... Het kneusje. Ja, niet noodzakelijk nee, nee, dat kun je dat nee. kunt zeggen. Maar tegelijkertijd is dat ook niet de meest voor de hand nee. liggende. Ik zal zo zeggen, dat is niet degene dat je... Dat is een beetje dat je zegt... We gaan muziek maken. Ik maak psychedelische black metal. Of ik maak pop. Dan gaan een andere carrière hebben. En dat is ook wel een beetje hetzelfde met, met poëzie. Je kiest wel voor een. Of je kiest. Want, want hoe zit dat? Was dat iets dat altijd in u zat? Dat jij de neiging om te zeggen. Ik heb meer de neiging om te schrijven in, in poëzie en te denken in poëzie? Wat is. Voor u het, het mooie aan poëzie ten opzichte van proza, bijvoorbeeld. Wat, wat doet dat verschillend met u? Ja, ik denk dat ik in, in gedichten wel altijd een grotere, groter gevoel van vrijheid heb. Dat ik denk van, ah, het mag allemaal wel wat grotesker. En um, ja, het, hoeft ook, het is het verloopt minder logisch. Het mag ook wel wat, um, ja, wat wranger en ook soms wel... Gewelddadiger en persoonlijker zijn, ja, ik weet niet, experimenteeler vooral, mm. denk dat ik, uh, en ja, dat er minder regels zijn van proza had ik zo echt meer het idee van, wauw, dat is een métier, en bij poëzie ja maar ja, dat klinkt raar, maar bij poëzie denk ik van ah ja, je kan geestesziek zijn dat is bijna zoiets waanzinnig, poëzie schrijven of waanzinnigen en heiligen en ik weet niet, zwervers. Iedereen kan dat en soms lukt het en soms niet. Dat is zoiets onvatbaars en magisch. En proza is zo stugger en taaier en ook wel... Ja, je moet toch wel rekening houden met, met een aantal... Ja, met, meer met de ratio en poëzie is echt zo... Ja, toch wel woester en ja, krankzinniger. En dat, dat sprak me aan. Dat lijkt mij gewoon ook meer een omschrijving van hoe dat jij eigenlijk naar alles kijkt. Ja. Hè. Als je... Esthetisch stond er daar. Esthetisch. Zelden esthetisch, bij mij, in en mijn geval. Benut de esthetische en ritmische eigenschappen van taal, zoals metrum en geluidssymbool. Het klinkt ook wel direct vanaf het moment dat het een definitie krijgt, is de lol er al een ja. beetje af. Hè. Ja. So dat doet mij altijd denken aan die scènes in die uh。Dead Poets Society, eh, waar, uh, yeah. waar je die, die inleiding van die een boek krijgt. Eh, Understanding Poetry, S -s 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 by Dr. Ja. J. Evans <laughs> Pritchard. En dat je dan zegt, away, oh rip uh, yeah. it out! Euh, so armies of academics yeah. going forth, measuring poetry, we'll have none of it. En eh, dat is zo goed. En <Overwatch> ja. dat ja. je ook denkt van, ja, dan... Dat, dat is wel het, het, het mooie en het spontane. Dat je het soms bijna gewoon uitkotst op ja. een blad en dan die plek zegt, deze is het, hè. Dit is mijn Tuurlijk. poëzie. Tuurlijk. Ja. Want ik ja, daarom spreekt. De, de Beat Poet mij daarom aan, omdat dat ook ja. zo, ja. zo onstuimig en ook vertellend is. En soms alledaags. Maar parlando stijl. En, maar ik voelde ook wel meteen in de Nederlandstalige poëzie. Dat ik ook wel weer en poëzie is al ja, in de marge, maar dat ik daarin ook zo, ja in alle recensies was zo, buitenbeentje vreemd fenomeen uh, terwijl ik dacht van wauw, in de poëzie ga ik eindelijk wel zo een, een thuis vinden met verwante zielen en dan toch zo van die pezenwevers van wat doet die nu dat doe je toch niet een, thuis, een, een thuishaven met verwante zielen wilde jij dat eigenlijk maar, als je daar ineens tien hebben dan zeggen we: begrijpen helemaal, dan, dan mokte gij die toch al direct kapot. Dan schreef jij een gedicht over die mensen: Over hoe vreselijk dat is. En... Dat is waar. Dat is waar. Ik betrap mij daar ook op. Na elke prettige poëzievoordracht, volgende week in Humo: Ik had een voordracht in het ellendige, miserabele. Mijn publiek bestond uit pedante pezenwevers. Oké, okay. Oh, ja. Leven in oude kop, dat moet ook een feestje zijn. ga nee, gaat niet altijd. Uh... Ja, het knettert wel. Het ja, gebeurt ja. wel van ja, alles. Dat is zeker alles. sowieso wel, ja. wel het geval. Ja. Um, is er zo. Um, als je, als je, want poëzie, daar moeten we eerlijk zijn. Er zijn heel veel mensen die geen enkele bundel in huis hebben. Nee. Maar als je één bundel in huis houdt, wat zou jij aanraden? Uh, wat, wat, wat is uw lievelingspoëziebundel? Als nou, je zegt. Koop dan tenminste die. Het mag niet die van u zijn. De, nee, nee, nee. De Dream Songs van John Barryman. Mm -hmm. Oké. Okay. Um. Ik heb er een die van uh, Jim Morrison. Die is een die is een Die, die heb ja, ik ook. Als kind vond hij dat. Ja, ik, ik heb daar ook. Vond hij dat amazing. Ja, omdat ik, ik vooral ook. deed alsof dat ik dat snapte. <laughs> en dan was ik kouder en ik las dat en dan dacht ik dat God <laughs> okay. eigenlijk over niks. Maar. <laughs> I am the lizard king. <laughs> I can do anything. <laughs> ja. Hoe is dat? Ja. Zeg, en waarom dan deze John, John Berryman de ja. Dream Songs? Ook zo'n gekwaalde ziel. Ook wel ja het gaat, over, het gaat over zijn ontwenningskuur en hij, hij, ja, hij, hij gebruikt ook veel dialect en jargon van de straat en het is gewoon grappig en ja mm -hmm. is al iets ja voor gewonnen dus ja het ja Allright, tof. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is... is zelfmoord gez... gepleegd. Ah, ja. oh, voilà. Van van we, mogen, we, mogen we weten hoe? Hij van, van een brug gesprongen. Ah, ah jammer, ja, ja. Jammer, jammer. Een goede balk in de buurt en toch van een brug afspringen. God damn it. Come on, John. Wat meer van u verwacht? Dat is ook... Um, zijn, heb jij veel poëzie in huis? Heb jij iemand dat dat altijd heel veel gelezen heeft? Of? Ja, ja, dat, wel, dat, wel, dat, wel, dat wel. Maar wel. Maar ik geef alles weg. Ja. Um, ja, niet omdat ik zo'n goede mens ben. Maar ik... Jij wilt geen rommel in je was. Nee, dat is het. <laughs> uh, dat vergaart stof en dat is heel vervelend. Ja. En ik heb ook lang, maar ja, dat klinkt romantisch hoor. Nomadisch geleefd, van huis <laughs> naar huis en uh, bij mensen uh, gelogeerd. Uh, ja, dus nu, ja, ik heb nooit een echte stek gehad. Maar ik heb er ook niet zo'n nood aan. Hmm. Um, dus ja, boeken, nee. Dus jij bent niet die typische schrijver die je dat ook een enorme boekenkast aan boeken nee, heeft staan thuis? Nee. Ik heb ook een woningbrand meegemaakt hmm. toen ik dertig was. En dan daarna dacht ik, ja. Laat toen, maar. toen had jij wel een serieuze collectie. Ja, of niet? ja. En deed dat pijn? Nee, eigenlijk niet. Ik was dat een bevrijding. Blij dat je ervan hebt. Ja, maar nee, nee, nee. Maar oh, oh. Fantastisch. Dat me, ja, dat heeft mijn zekere zin wel bevrijd, die woningbrand. Van mm -hmm. zo. Maar ik heb nooit een hele grote hang gehad naar materialisme. Maar niet, ik begrijp het wel zo. Als ik zo... zo ik ken iemand met een aparte kamer voor al zijn Iron Maiden gadgets, dan denk ik, <laughs> hoe zalig. Ik kan, kan dat verstaan, dat mensen zich verliezen zo, in verzamelingen, maar ja. ja Tegen wie dat... zeg je dat? Ja. <laughs> er is ook een moment, dat jij dat niet soms zo ook, Andries, omdat jij toch ook best veel hebt en zo, dat je zo de neiging hebt om te zeggen, Goh, ik zou het kopen, maar waar de hel gonk ik dan nog zitten? Ja. Ja. ja, dat is echt first world. Pop, ja, dat is een, uh, ja, enorm. Ja, ja er kunnen om niemand uitleggen en daar sympathie voor eisen, maar, maar dat, dat is wel zo. Hè, dat ja, je... maar ik snap ook wel, ik, ik, misschien is het geen goede vergelijking, maar whatever. Ik snap dat er mensen zijn die graag in de natuur zitten, wat ik ook leuk vind, die van genieten. Maar ik denk, ik kan ook genieten van in deze kamer te zitten. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon een sfeer dingen. Het is ook niet dat je die dingen tegelijk leest of vastpakt. Nee. Dat is, dat is nee, maar een boekenkast is ook iets mooi. Hè. Ik vind het ook altijd leuk als ik bij iemand binnenstap. omdat dat ook wel iets beetje zegt over iemand. Hè. Mm. Je kunt zo kijken en denken wat deed hij allemaal. En dan zo mm. kom je soms terecht in, in, in dingen dat je denkt. Wauw, waarom ben jij dat? En dan krijg je altijd wel een goed gesprek of zo. Dat is, dat 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 is waar, echt ja, wel tof, ja. Ik ja. Ja, kan ook soms genieten van. Zo bullshit boeken. Hier zitten ook dingen bij dat je denkt. <laughs> hoe komt dat dat hierin staat? En dan is het vooral soms beter. Dan de boek. boek zelf. Ja, ja, sowieso. Ik heb de, de Beautiful Poetry of Donald Trump ooit cadeau gekregen. En dat is ook al zo'n geweldig beeld van hoe dat die, die, die foto... Je zet je zo licht in een veld en zo wat mijmerend voor zich uitkijkt. En je denkt, alleen voor die cover al vind ik dat briljant. Want drie kwart van die boeken zijn zo die zijn tweets en zo dingen waar dat aan mensen Maar die een boek, als ja, je die houding al ziet, dat is toch fan... Fantastisch. En nu hebben de all-new Biglier edition. Dus ook nog eens, ja, ik vind, uh, ik moet starten, vooral eronder. Strictly ja, uh, no, unauthorized. Ja. <laughs> Zo, hij heeft er zelf niks mee te maken. Op oh, deze zoekhoek: anderen ja, bekeken is. ook images you should not masturbate to. <laughs> How to live with a huge penis. Vertel het eens, Andries, hoe leefde daarmee. Um, <laughs> dat is veel naar de rugschool. Hè? Dat het, uh, <laughs> wat wel waar is. Maar ah, goed. Ja, maar helaas niet ja, daarom. Nee. Nee, de, de, mod, maar Delphine, uh, is er zo. Als, als, je, als je één ding moet zeggen van dat houdt me wel bezig, of daar lig ik wakker van. He, want ik denk ook, uh, er zal het jammanfootisme -en, en het af. Maar de, zelfs mensen die heel hard zich afzetten tegen iets, liggen wel nog altijd wakker van iets of zo. Is er iets dat je zegt. Als ik dat zou kunnen weghalen uit mijn zijn, dat zou me rustiger maken? Ja, ik ben zodanig doordrongen van dat alles absurd is. En dat we als mens weinig voorstellen. Ja, niet echt nihilistisch, maar toch zo. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik het vaakst wakker lig van. Mijn moeder. Mm. Dat is wel zo. Um, ja. Een, een baken voor mij. En. Um, ik heb, ik heb lang gedweept met haar en ik betrap er mezelf nog op dat ik zo klakkeloos haar smaken en haar meningen overneem. En ja, nu gaat ja, het niet zo goed met haar gezondheid, ook niet zo dramatisch. Maar stel het me wel voor, mocht zij er niet meer zijn, zou ik... Uh, ja, ik weet niet. Maar wakker liggen, ja, van kansarmoede lig ik wakker... Uh, Um, ja um, oh. wakker liggen wakker liggen ik denk al nu als jij over je mama babbelt hè, omdat jij er zo je kunt die soms enorm omschrijven als een, een, een waanzinnige... Dat, dat, dat is een persoon met een enorm aura. Dat is, ja. al, dat is al duidelijk. Hè? Die was ook een kindster. Hè? Dat is ook ja. iets dat je... Hè? Of niet. Maar ja, jawel, <laughs> ja, jawel. Ja, ja. En dat is het ding en dat ik... Ook... Ja, en dat... Ja, maar ja, dan nog. Hè? <laughs> hey man, beter daar dan nergens. Maar, uh, maar... Of beter nooit. Ik weet het <laughs> ja. niet. Geen idee. Maar in ieder geval, hè? dat is, dat is zo'n een, een belangrijke persoon voor u En je voelt ook dat je daar een soort liefde... De haatverhouding mm. mee hebt. Hè, want er is ook, denk ik, zit, Zou zouden bijna kunnen zeggen als je het zo. On, ik weet dat is heel onnozel Freudiaans, maar omdat je het u nu zo wij hoor zeggen, heb je dus soms het gevoel dat je denkt: ze ga nog altijd iemand, dat zo toch ergens denkt. Zou mijn mama deze nou goed vinden wat ik ik aan het doen ben? Mm. Ja, ja, ja. De, goed, de tuurlijk, goedkeuring tuurlijk, van is nog tuurlijk. altijd een enorme tuurlijk. drijfveer. Ja, ja, zeker wel. Ook omdat, ja. Natuurlijk, omdat ze zo intelligent is en zo genadeloos voor. Ook omdat ze ja, een grote lezer is. En mm -hmm. genadeloos is als iets te klef is. Of ja, in haar ogen uh, niet voldoet. Dat middelmatig geschreven is. Dus ja, mm -hmm. ik, ik, ik worstel daar ook wel mee dat zij ouder wordt. Ik weet dat ik drie jaar geleden was opgenomen in de Spoed. Uh, wegens. Uh, baldadige strapatsen, gecombineerd met extreme dronkenschap. <laughs> en en, en zei Ja, ik was nog dronken. Wat, wat hadden je dan? <laughs> ja, was, ik was nog dronken en ze kwam toe in de spoed en ik... Echt, ik, nu vind ik dat heel beschamend, maar ik was... Je weet nog dat ik zei, ah, je bent zo dik en zo oud geworden. Ik was er zo, plots zo woedend op haar, omdat ze er zo sterfelijk en... ...ordinair of alledaags uitzag. Mm. In mijn ogen was ze voordien zo altijd heel charismatisch en fier en, en keizerlijk, ja, verrukkelijk en ja onverwoestbaar geweest. En plots ja, zag ik zo dat ze toch wel, uh, ja, ook maar eigenlijk een ouder wordende vrouw was. En uh, ja. Mm en daar je, dat kwam wel binnen of zo daar had het moeilijk ja. mee ja. ja en ook dat ik me toen zo kwaad gemaakt heb was ook wel uh, um, ja maar ook over schuldig gevoeld natuurlijk uh, dat het zo irrationeel en zo gemeen was uh, ja nou boosheid zijn meestal mensen die dat toch hoe zeg je dat heel emotioneel eigenlijk mm -hmm. zijn mm. Je voelt veel, maar de go-to uitlaatclip is dan om er kwaad op te worden. Uh. Ja. ik verwacht ook te veel van mensen. Van al mijn vrienden, hoor. En als ze me dan ontgoochelen, dan ontsteek ik zo een ja, buitenproportionele woede. Om, waarom? Omdat ze, ja... Omdat ze niet fel genoeg waren of omdat ze iets... ...te veel over zichzelf sprak. weet het niet. Ik weet niet. Ik denk dat ik... Um, ja. De ex-trucchauffeur... Um, <laughs> ...is een, een hele bijzondere persoon, ja. denk ik. En... ...is dat iemand die u niet teleurstelt? Of iemand waar je de teleurstelling van aan kunt? Ja, ik denk... Hij stelt constant teleur. <laughs> maar ik heb ermee leren omgaan. <laughs> maar, nee, nee, hij is... Nee, maar ik heb moeten leren dat dat ook wel erbij hoort bij een relatie. Mm. Dat niet alleen maar uh, ja, en sprankelend, dat hij ook soms stug kan en mag zijn of in zichzelf gekeerd, en dat dan ook niet meteen uh, de totale afwijzing van mij betekent. Dus uh, ja. Is teleurstelling erotisch of sexy? Ja. Dat is de vraag van de week. Dat is wel de goeie. Holy fuck. Ja. Ja, maar ja, er, ja. Zijn toch, er zijn toch massa's vrouwen van dat iedereen zegt: valt er niet op. En toch is dat het enige wat ze willen. Oh ja. Dat iemand, oh ja, nee, maar ja, het is niet dat ik zijn vervelende eigenschappen opwindend vind, want eigenlijk is zij niet zo heel vervelend. Um, maar ik begrijp, ja, ik begrijp wel dat, dat als je kwaad bent, dat dat kan op elkaar, dat dat prikkelend kan zijn. Maar um, ja, de versleet. Maar ja, en dan zit de oude kruisboogschutter er ook nog een keer tussen. Mm -hmm. ook, um, want die woont tussen de truckchauffeur en mij, daar middenin. Mm -hmm. En ja, die is negentig, maar die ik had ooit met hem een relatie, maar hij wil me nog altijd niet loslaten, dus dat is ook ingewikkeld, mm. want dat werkt op de zenuwen mm. van de, de vrachtwagenchauffeur, um, dus ja. Dus jij zit ook nog in een driehoeksverhouding ja. eigenlijk nee, ook nee, nog eens. zult ook wel nooit een keuze maken die het lichtjes gemakkelijker voor <laughs> u maakt, hè? Daar, uh, daar doe je ga je niet aan met nee, daar, daar is iets van aan, ja. Als mm. als jij mensen, mensen benoemt is dat... Um, ik, ik vraag dat, want ik heb ooit ook in de vereniging iemand gehad die dat ook deed. Die gaf voorwerpen, uh, die je eigen, de, die eigen de voorwerpen aan je toe. en zei die bijvoorbeeld, ja, jij lijkt op een driehoek of een passer. En soms, als dat goed gevonden was, konden ze zoiets hebben van, ah ja, ik snap waarvan het komt. Is dat bij jou ook iets dat je onmiddellijk vindt? Jij, jij leert iemand, niemand, iemand nieuw kennen en... Ja, soms, soms wel, ja. Er zijn ook uh, mensen die er naar hangen. Mensen die ik. waarom doe je dat nu? Want het zijn allemaal vaak onaangename, naargeestige mensen. De necrofiele tegenlegger en zo. Allee, de dan, necrofiele ja. tegenlegger. Is dat een echte persoon, de necrofiele tegenlegger? Maar ja, maar hij is. Nog necrofiel nog, nog tegenligger ah, Oké, okay. <laughs> dat zijn dan twee omschrijvingen die dan niks met die mens. <laughs> Jij voelt dat er gewoon ja. bij. Jij ziet hier en je denkt: dat zit er maar een <laughs> nekrofiele tegenlegger uit. Maar is dat echt Damn. waar de, is dat echt waar mensen hengelen naar. Uh, ja omdat dat bijna een, een seal of approval is ja. als je, je zou zo'n zo zo name generator kunnen, oh, kunnen ja, online zetten ja, zo. ja, ja iedere keer u beroepen in uw, uw werelddelen ook altijd Moldavische, Belarusische. Ja. dat ik ja, Oost-Europa altijd Oost-Europa oh, ja. dat ik denk Waar zit die weer heel de tijd in de kop? Is Oost-Europa ook een plek dat u dat u heel hard aanspreekt ja, omdat dat je dat zo vaak wel tot mijn verbeelding daar vaak geweest al of nog niet, nog geen in, in een keer. In Praag was In Praag. Ik. Ja. Ja, dat spreekt op mijn verbeelding. Mm -hmm. um, en het en waarom? Het Slavische temperament en mm -hmm. de Balkan. Waarom? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien ook, het klinkt ook gewoon goed, de Armeense landmeter. Soms probeer ik de Parijs. De Armeense landmeter, de, dat is ook zo goed. De Parijs-Kuwaanse mannen weven, dat, nee. nee, zie je? Nee, het, ja, werkt, nee, niet, het ik werkt niet. Het he. niet. Nee, nee. voilà. nee, nee. moet, moet het in Oost-Europa zo kunnen. <laughs> zeg je een reiziger, Delphine? Een echte nee, reiziger? Helemaal niet. Ja, ik vind het al heel lastig om. Bijvoorbeeld in Friesland gedichten te gaan voordragen. Dat snap ik. <coughs> ja. In Friesland, dat, ver, dat verstaal ik. Of eerder, die niet. Dus, <coughs> niet. Wat, wat heb mijn... je daar verloren, Delphine? Mijn keuze voor de, voor de poëzie was heel romantisch. Vanuit een geïdealiseerd beeld dat ik, zoals een kluizenaar, nooit meer mijn woonkamer zou moeten verlaten zoals, mm. ja, een beetje ja, maar dat zo werkt het tegenwoordig niet, alleen, er wordt verwacht van dichters dat ze voordragen ik heb dat echt moeten leren, uh, ik heb er nog altijd een moeilijk moeilijke uh, ja, relatie mee met het podium uh, ik zie mij daar staan ik hoor me bezig, ik zeg: Oh nee, het is weer te koddig. <laughs> of ik glunder als ze lachen met een. Ik maak dan flauwe Binteksten. Ze lachen en dan voel ik nog het glunderen. Met... Oh wauw, ze houden van mij. <laughs> ik sta al heel verschrikkelijk. Daarom heb ik wel veel geleerd door met Mauro Pavlovski. Sta ik soms op het podium en die speelt nooit op veilig. Dat is altijd zo Harpo Marx. Meets Frank Zappa-achtige experimenten. Mm -hmm. Zeg op ja, zotste dingen. Uh, dat de mensen ook echt verbijsterd zijn. En ja, dat, dat moet je durven. Hè. Dat is, mm -hmm. oh, ik, ik ga niet tien jaar op een podium dezelfde grappen maken. Hè. Dat zou zo flauw zijn. Die op mijn carrière door de plegen, ja, nee. chest Nee, nee, just kidding. <laughs> maar ik, vind, ik, vind dat wel, ja, ik snap wat je wilt zeggen, want ik kan me ook voorstellen omdat er, eh, dat is dan natuurlijk het moment als, als dichter. Als je iets enorm persoonlijk neerschrijft, wat, wat je net zegt, wat je er zo aantrekkelijk aan vindt, is het gebrek aan regels en, het, en, en die soort woeste vrijheid ervan. En dan gaat het daar zo staan voor zo'n collectie mensen. Laten we ook eerlijk zijn: mensen die naar poëzievoordrachten gaan, zijn vaak ook een bepaald soort mens. Dat eigenlijk helemaal niet lijkt op u. Uh. En jij gaat daar staan, en dan gaat er nog wat hengelen, tot die hun goedkeuring uh. ook nog op dat moment. Uh. En dan krijgt dat ook iets ineens heel gereglementeerd. Ja, hè? ja ik ben altijd uh, enorm melancholisch na een poëzievoordracht. <laughs> Is het dat maar? Is dit alles? Ah, e eerlijk gezegd... Doe, doe gewoon met een balk boven nu en zo'n touw eraan. En je gaat dat gewoon voorlezen. Het, weet, als er hier iemand durft lachen met deze... Mm. Maakt er een performance Dan ook, van. Dat bewonder ik ook aan Mauro. Mm -hmm. Zitten daar nu zes mensen of zestig? Ja zelden meer dan 60 voor ons, <laughs> uh, maar die, die geeft echt, die geeft alles, dat zo, terwijl uh. ik denk, ah, echt, voor de, 13 pezenwevers moet ik echt mijn best hiervoor doen, uh, ja, ik doe het dan wel, meestal, maar ik wil eigenlijk een groter publiek... <laughs> Maar dat, maar dat hadden we wel, hè, met de slimste mensen. Ja, toen heb ik het verbroken. Nou, voilà, daar. Wilde jij echt een groter publiek? Ik dat is, Jij moet eens gewoon beslissen wat dat is dat je nu eigenlijk wilt. Want... <laughs> ik ook hè, een heel interessant ding vond Dat stond in uw, uw Wikipedia-pagina. Dus ik weet ook nooit niet 100% juist dat dat is. Maar we gaan het er toch... Hey, jij studeerde voor tolk Frans-Russisch. En daar stond er... Brak haar opleiding af door een opname in een psychiatrisch ja. ziekenhuis. Wat is er toen gebeurd? Of waar ja. is het moment dat jij toen besliste: nu moet ik die stap zetten? Of ja. is dat voor je ja. beslist? die stap is voor mij beslist. Ik weet, <hums> het eerste jaar ging heel goed. En dan in het tweede jaar, ja, ik weet niet, angstaanvallen beginnen krijgen of onrust, zwerven doorheen Gent. Uh, Eerst was dat prettig, maar dan niet meer slapen, niet meer durven eten, niet meer in mijn douchestaal durven, heel veel drinken. Op een duur beland ik bij een ex-vriendje in knokken en hij sluit mij op in zijn zolderkamer. En ik glip weg en langs de dakgoot. En dan ben ik daar ineengevallen van uitputting. En dan hebben ze mij afgevoerd naar het ziekenhuis. Zo eigenlijk, ja. Niet echt. Uh, ja, ik denk. Waarschijnlijk een psychose. En waar, waar zat dat? Waar kwam die angst vandaan? Waar waren de bang voor toen? Dat was heel onbestemd. Ik denk dat ik wel altijd een vrij angstige persoon geweest ben. Uh, uh, ja. Nee, ik weet het niet. Ik kan het, mm. ik kan het niet echt uitleggen. Maar ja. Ja, want angst of, of een grote. Ja, Rusteloosheid en uh, ja. En ook ook wel iets manisch, ook wel constant nieuwe mensen willen leren kennen en mensen lastigvallen uh, ja mensen stalken. Uh, ja, een beetje betrekkingswanen zo. van <laughs> nee, dit is bijna beschamend. Mm -hmm. Echt een beschamende anekdote. Mm. Um, ik had een kerstcd gratis gekregen, nee, van mijn stiefmoeder gratis gekregen bij Douwe Egberts. Dus daar stond Ave Maria Schubert op, gezongen door Konkrukke. En in mijn psychose dacht. Koen Krukke kan mijn leven redden. <laughs> dus ik, 1999, er waren nog telefoonhokjes. -hok dus ik iedere avond aanschuiven. Een heleboel mensen aanschuiven. Ik kwam altijd bij die manager terecht. Ja. Ah, ik zal de boodschap doorgeven, mij zo wat afwimpelen. Nee, ik moet hem zelf spreken. Mijn engel, Koen Krukke, mijn redder. Maar ja... Ik ook nog wel een aansluiten bij de mormonen. Maar ik denk dat ik gewoon op zoek was naar koestering. Ik weet het niet. Uh... Ja. voelde ook wel dat. Ja, ik had ook drugs genomen. Ik denk mm. dat de psychose zo, zo, is, dat zo is begonnen. Dat ik in de vakantie had ik drugs genomen in Bernham. Dat doet nu niet zo waar. En, en toen, maar toch. Uh, toch. <laughs> en toen heb ik een week gehallucineerd. <laughs> gemeente in België. <laughs> Dan zou wel gaan opzoeken. Beernem ja, maar, is een gemeente ben in ben de groene rand rond Brugge... Uh, in dat de is wel Belgische een heel idyllische Westlanden. foto. Ja. <laughs> maar, is, is, het, is het een leuke Nee, leu is het een leugen, nee, nee, uh, uh, nee. Nee, 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 nee. Want ik weet dat ik s'nachts na die drugtrip panisch... Lukraak, bel ik aan, gelukkig niet bij een seriemoordenaar, zo'n stokoud koppel, die man met een slaapmuts, zich he hebben zich dan ontfermd over mij. en ja. Wauw, plekken in de wereld waar mannen nog slaapmutsen dragen. <tie> ja, ik... Beernem, klaarblijkelijk. Voor de mensen die het zich afvragen. De populairste attracties om te bezoeken in Beernem zijn. de Provincial Domain Bulskampfert. Het Vagevuurbos en Beverhout a Bicycle Trail. Dat zegt al wel wat, hè? Het, va het Vagevuurbos is wel triggerend. Dat klinkt denk. cool, hè? Vagevuurbos ja, ja, denkt alright. Tussen, tussen hemel en hel. Uh, ja, oké, okay, cool. Ja, man. Um, het, um, het, uh, het boek. Wie heeft Delphine Lecomte vermoord? Ik vond. Um, ik, ik had een hele toffe review in de morgen erover gelezen. Oh. Van iemand die fan was. Uh, en ik weet dat ik die review gelezen had toen ik, toen ik zelf halverwege was. En wat ik er uh, heel tof aan vond was, en dat zei ik ook als compliment. Dat, dat de reviewer ook zei. Af en toe moet we ook even opzij leggen. <laughs> hey, wat eigenlijk. In, 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 je zou kunnen zeggen, dat is helemaal geen compliment. Want dan is het geen Page Turner, oh. of weet ik veel, maar toch vond ik niet dat dat overkwam als nee, 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 een belediging. Nee, ik snap het, snap het, het ook het... wel. Soms moet je ook even uw eigen leven... De, de lucht, de zuurstof van uw het, eigen leven... Het is het... vuil. <laughs> vuil? Het is vuil. Vuil, vuil. vuil. vuil als in Antwerpen... vuil. Ah, ja, ja, het, ja, is, het, het vuil. is ook smerig. Vuil is het ook, <laughs> het he, is ook smerig. het is ook ja. het is... <laughs> nee, nee, ik snap het, ja. Stuurlijk. Hmm. Ja. Soms is het ook... Uh, ja. Ja, vreed en er gebeurt veel, het is gewelddadig. Het zijn ook gewoon ja, die adjectieven, die stilistische overdaad. Veel woorden, veel personages. Uh, dus ja... Hoe snel heb het ja. geschreven eigenlijk? Is dat ook heel rap gegaan? Ja. Ja. Heel rap. Um, maar ja, ik werk nooit in functie van een boek. Mijn, uitge mijn uitgever... Ik zend gewoon... Dit zijn mijn nieuwste teksten. <laughs> Bundel ze... Nee, ik heb wel zelf die delen, de opdeling gemaakt. Maar ja. Ben... Hersch, schrijf je eigenlijk veel? Uh, als je zo. Ja. En omdat je zegt, ja, nou, ik schrijf heel snel. Is dat dan bijvoorbeeld. Je begint dan een stuk en je begint gewoon. te gaan ja. en dan gaat je er dus terug over? Het moet af zijn. Maar ja. je gaat wel er terug over dan. dan nee. Niet? Donc... Dus eigenlijk zijn veel one ja. Veel one-takers eigenlijk. Ja. Hmm. ja. ik denk wel dat ik ook af en toe in herhalingen val. Maar ik vind dat ook niet erg. En dat er personages ja, terugkeren vind ik net geestig. Zelfs de analfabetische jongenshoer. Mm -hmm. Hoer die zat al in Kittens in the Boiler. Die mm -hmm. Illiterate Randboy. Dus mm -hmm. die is, uh, ja, ik denk dat, ja. Dus ik vind dat wel fijn dat er terugkerende personages. En dan die oude kruisboogschutter en dan mijn moeder. Die er te en de grootouders van de pannen. Mm -hmm. Dat zijn dingen die altijd zullen terugkeren alleen altijd, of die... Maar die mensen, die verschillende personages, als die... Uh, is dat bijvoorbeeld letterlijk folders op je uw, op uw laptop, of zit dat allemaal in je hoofd? Zijn dat allemaal... Uh, nee, het, archief, het, het, het archief van die mensen, hun leven, <laughs> zit allemaal in je hoofd? Ja, maar ja, tuurlijk, met de oude kruisboogschutter is dat gemakkelijk, omdat die echt bestaat. Met mijn moeder ook, en ja... Mm. Dus. Wat vindt de oude Kruisboogschutter? Van hoe dat hem uh, geportrettreerd wordt? Ja, <treekt> ja. <treekt> ja, ja, en hij heeft vooral veel last uh, met mijn humocollum. Niet zozeer dat ik hem opvoer als. Klein burgerlijke kolonialistische bekrompen, misogyne, bezuwever. Oh, oh maar dat mee, niet. Zo nee. die kleine, kleine dingetjes die je erover zegt, ça Maar wat wel? Ik vind het lastiger om die seksuele taferelen, ik soms ja, nogal expliciet zo opvoer, met de voormalige vrachtwagenchauffeur, dat, dat vind ik heel lastig. Um, Jaloezie. Dus hij is ja, nog ja, jaloers, dus, ook ja, eigenlijk. Ja. Buiten het feit dat hem koloniaal misogynisch is. En, uh, <laughs> dat kruisboogschieten was misschien nog het vervelendste non die je <laughs> Dus eigenlijk weten we, weten we dan: eigenlijk, je kunt 90 jaar worden en toch nog jaloers zijn. Ja, ja. Oh. ook wel misschien bemoedigend. Als dus je misschien <laughs> ook, ook, ook maar zeg. iemand ontmoet die bijzonder genoeg is ja. voor u, dan zul je dat wel hebben zeker. Hè? Niet? Wat denkt hij als die jaloers is? Maar ja, hij voert mij ook naar al mijn voordrachten de oude kruisbogschutter. Oh, ook dan nog. <laughs> en, en dan vragen ze altijd Ah, is dat de voormalige vrachtwacht? Oh, even worse. Oh, pijnlijk, ja, ja. pijnlijk, ja. Pijnlijk. Ik zou dat oh. kolonialisme en dat misogynen al bijna vergeven omwille van wat dat je die hier allemaal aan doen? Oh. <laughs> Deze vond ik ook een onwaarschijnlijk goede zin, want nu dat stond in een van uw columns. Uitgeverijen houden van woeste, controversiële, provocerende schrijvers op voorwaarde dat ze het loodje hebben gelegd. Vond ik ook een hele ja, schone. Ja, dat is ook zo. Hè? Mm -hmm. ja, um, uh, ja, al die onzin met sensitivity readers of, of alle hokjes die moeten afgevinkt worden. Liefst migratieachtergrond, liefst lesbisch of genderfluide. Mm -hmm. Allee, zeker ja, daar, liefst jong en, en bekoorlijk. Um, ja, kijk naar de tekst alsjeblieft. En um, ja, mm -hmm. en ook zoveel. Ja, iedereen schrijft dan over klimaatopwarming, oké, okay, of over gender issues. Ja, dat, dat is goed, dat mag, maar ja, ik. Maar je voelt toch bij een groot aantal dat er echt meelopen is en willen krampachtig relevant zijn. Ja, zo werkt het niet. Je moet je oorspronkelijke stem vinden en, en brani hebben en dan word je vanzelf wel... Dan wordt het, nee, word het vanzelf wel gezien als authentiek en origineel. Maar om zo krampachtig trends na te jagen en... Pff, nee. Want dat is iets dat je denk ik ook zelf vaak ervaren hebt. Mm. Hè, dat ze, ze hebben inderdaad graag een houding van. Ja, we vinden het wel leuk dat je wat scherper bent. <laughs> en het mag wat scherper zijn totdat je het zei. En dan is het ja. gewoon: kunnen dat toch misschien een Big, beetje ja. meer ja. intomen? Kunnen ja. dat toch wel laten liggen? Mm. Ja. ja, tuurlijk. Want, ja, en, maar ik ben roekeloos daarin, ja, toen ook weer met mijn opiniestuk, maar dat was heel venijnig over uh, acteurs die dan een roman uit de holten persen, maar ja, dat was ook humoristisch bedoeld, maar mm -hmm. ik voelde ook wel dat mijn nieuwe uitgever dat niet zo fijn vond. Welke acteurs worden er toe dan doorsleuren? Wie... Uh, Hilde van Mieke, <laughs> Maaike zo, zo net, net heel goed om... Om mensen die goed omringd zijn, Mijn moeder zegt: Wauw, zo moedig van jou, want die hebben echt invloedrijk, Ja, sorry, maar daar ga ik me echt nooit mee bezighouden. Mm -hmm. Allee, je kan me van heel veel beschuldigen, maar ik ben geen opportunist. Ik ben nooit vriendelijk tegen. Ik ben nooit vriendelijk. <laughs> maar ik, ben, ik ga nooit. Uh... Nogal <laughs> ik. Nogal nooit <laughs> vlemerig doen tegen de juiste mensen of netwerken. Ik zit ook niet op sociale media. Maar net nadat ik dat stuk geschreven had, ik wilde eigenlijk vooral schrijven, jammer dat uitgeverijen niet, geen dapperder keuzes maken en dwarse debutanten een kans geven zonder, ja, zonder bevallig snoetje of die geen, niet ook al acteur zijn, uh, maar ja, nogal cru en, en stout geformuleerd, maar... Um, dan toevallig was ik net op dat 80-jarige feest van Guy Mortier, Manito van Humo. Um, en ik moest daar optreden. En nadien was er zo'n VIP-feestje. Mijn eerste en laatste VIP-feestje. Ja, dan, dan heb ik toch wel enkele. Cold, cold shoulders gevoeld. Zo. Ah, ja. oké. Okay. Een paar die... mensen waar je dingen over ja, geschreven had, ja. die ineens met je in de kamer stonden. Dat voelde dat dan. Vind je dat erg? Of is dat... Hoe uh, zeg je dat? Dat hoort erbij. Ja. Nee, ik vond dat niet zo erg. Ja. Maar mh, toch een beetje erg. Ja, dat is waarschijnlijk dat is nooit leuk, hè? Nee, Dat nee, is het zeker ja, dat niet. Dat nee. is voor iedereen zo erg. Ik stond daar heel sukkelachtig, ja. Um, het was al geen zo geslaagd optreden. Mm -hmm. Ja, maar ja. ja. Ook niet zo erg, hoor. Maar ik beeld me ook wel beeld me vaak in dat iedereen tegen mij is. En um, of dat andere mensen allemaal klikjes vormen. Is dat iets dat je misschien ook een beetje nodig hebt voor jezelf, of niet? Of is dat eerder iets waar je vanaf zou willen? Nee, ja, ik denk dat het me ook wel zo'n strijdlust geeft, van, mm -hmm. hoera, ik ben autonoom en ik moet daar tegenin gaan, en, maar, um, maar ik denk wel te vaak van, wauw, die heeft zijn schapen op droog en die is te zelfgenoegzaam, terwijl andere schrijvers ook wel zo'n, Twijfelen aan zichzelf en ja. Maar er zit iets in, in hetgeen dat je zegt. Dat, dat, dat vond ik ook een heel mooi stuk in een, een epiloog van uw boek, hè, waar ook al wel over gepraat is. Dat is, het, dat is een beetje het eigenlijk meest, um, hoe zeg je dat? Niet half fictie mm. nee, ja, ja. stuk. Want daar voelde ja. van, oh, deze is echt mm. serieus. In dat, ja. dat deed wel een totaal andere sfeer mm. als de rest van het boek. Maar wat ik wel heel mooi vond dat jij daar ook zegt, is, is hoeveel sympathie er tijdens de MeToo-beweging was voor mooie mensen die eh, erge dingen overkomen. Mm -hmm. Maar zo de gemiddelde, eh, die, die zwaarlijvige vrouw ja. in het purperen trainingspak. Ja. Nobody cares. Ja zo, zo, ja, zo... Het is toch gebleken... Uh, ja. mm -hmm. Je moet dan een bepaald beeld voldoen... Uh, um, ja, de, de sympathie gaat uit naar uh, ja, Lotte van Wezenmaal, die een paar dikpix ontvangt, of hoogopgeleide, witte, bekoorlijke jonge vrouwen. Dan is het heel erg en dan schiet Helene de Bruin in haar pen en andere zogenaamde feministen. Maar, maar ja, maar als het, het misbruik vooral zich dan afspeelt in de psychiatrie, of terwijl dan mensen zijn die al gehavend zijn. Um, ja, ik was heel erg gechoqueerd dat er zo weinig uh, reactie kwam. Mm. Ja, zelfs een beetje bitter um... Ja, want dat, en dat is ook duidelijk in dat laatste stuk: dat u daar ook vreselijke dingen mm. over zijn hè? Dat mm. je daar met een verpleger iets mm. hebt meegemaakt dat helemaal niet cool was. Om het zachtjes uit te drukken. En dat is toch, ja, we moeten dat zeggen. De, ik kan mij voorstellen dat als je al op je, je laagste punt zit. Want ik denk als je daar terechtkomt, dan is dat al zo. Nee. Hè, wat jij vertelde, hoe jij er aan toe was toen nee. jij daar binnenkwam. Hoe geraakte daaruit het Zuid, Iets als u dat mocht? Want jij wel. Jij geen, Je kunt veel over u zeggen, maar jij is geen zwakke persoon. Jij is niet iemand die ingestort is onder dat allemaal. Hè. Dat heeft wel blijvende dingen met nee. u gedaan. Waardoor dat ik, ik denk dat jij. Helaas voor de rest van je leven altijd moeilijk gaat doen wanneer het iets gemakkelijk zou kunnen gaan. Misschien, ja. misschien gaat je daar ooit rust in vinden, maar ik mm. denk dat je daar te veel stoer en drang of artistieke mm. drang voor hebt. Mm. Maar hoe komt het daar uit? Je zit op een laagtepunt. Er komt dan nog iets dat het eigenlijk. dat je denkt dat kon al niet meer. En je trapt er nog eens een keer op. Hoe zit jij daar doorgekomen? Wel, uh... Al is het maar gedeeltelijk. Ja, maar, gedeeltelijk, ja. 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 Um, wel, ik denk. Ja, dus toch wel dankzij die teksten. Maar toch moet ik ook een bloemetje werpen. naar de zuivelafdeling van de Carrefour in Sint-Kruis. <laughs> Kijk, okay, dit was een antwoord dat ik totaal niet had zien aankomen. Nee, nee, na die verschrikkelijke psychiatrische opname. Kreeg ik dan een deeltijdse job te pakken in de Carrefour van Sint Kruis? Ik werd daar omringd door. <laughs> dat is hem, dat is hem dames en heren, deze is de Carrefour van sint Kruis. <laughs> Sorry. <laughs> en Andries heeft altijd een beeld bij uw verhaal, ik zal het gewoon bij zeggen, Die vindt dat altijd. Dus, maar vertel. Ik heb ook gehoord, open op zondag en feestdagen. <socialistisch> Meestal in die kleine Thank god for them. Die hadden nodig op een zondag. Wij noemen die altijd de heidenen. Was dat? Bij Utah zo, eh, Andries. Ah ja, de heidenen. Uh, blasphemers, dat is zo'n mooi woord in het Engels. Hè. Maar goed, sorry, vertel. Nee, daar, kwam ik, daar kwam ik terecht in een uh, warm warme moederlijke uh, equipe, Zo'n beetje oudere vrouwen die mij, uh, die mij koesterden. En, uh, maar ik weet, ik was wel eenzaam. En ik verveelde mij wel. Het was ook maar een deeltijdse job. Dus. En mijn enige manier om toen met die verveling om te gaan was op, ja, gedichten schrijven. Maar, en die verhalen in het Engels. Maar, um, maar totaal niet met het idee van dat ik grote literatuur aan het schrijven was. Uh, um, ja. Mm. Maar ja, opnieuw de taal, ja, want ik ben eigenlijk heel laat gedebuteerd. Ik was al ja, na mijn dertigste pas, voordien nooit het idee gehad dat het de moeite waard was. Ja, ik kende ook niet het literaire circuit, ik wist ook... Ja, ik had mij wel eigenlijk een beetje bij neergelegd dat ik zo'n soort ja, sukkelachtig uh, marginaal vierde wereld. Randfiguur zou blijven, dat ik uh, wel altijd veel zou lezen en schrijven, maar ja, niet dat ik iets zou. Ik had ook niet echt de wens om potten te breken in de Nederlandse literatuur. Het is ook traag gegaan, misschien ook. Misschien ook wel goed, mm -hmm. maar. Ja. Maar het is ook zot omdat je, dat, dat zo'n enorme tegenstelling is, waar je toch af en toe eens naar kunt kijken. Wat jij meestal ook wel een boompje over zit toch vaak? Is dat je zelf zegt: Ik zag mezelf als een marginale randfiguur, maar wij zien misschien veel marginale randfiguren rondlopen die thuis. Geweldige werken geschreven hebben, of ja, hele ben mooie er, schilderijen ik ben ervan maken. Overtuigd. Of eigenlijk ja. enorm grappig zouden ja. zijn als je ja. op een podium ja. gaan staan of ja. keigoede muziek ja. maken, ja. hele mal ja. Alleen er is, een, dat is een, er is letterlijk een deel van de bevolking waardoor iedereen overgekeken mm -hmm. wordt. Hè. Omdat dat al niet meer uitmaakt, wat dan mm -hmm. mensen die uh, Zeer bourgeois zijn, graag smijten met woorden als privilege. Mm. Terwijl dat je denkt, ja, die voldoen misschien niet, die tikken niet al de juiste vakjes af van ongeprivilegeerd dat jij vindt. Mm. Maar die zender met massa's hè. Ja, tuurlijk. Waar het, waar het mm. makkelijk praten mee is, zeg je dat leven niet. Hè. Wat je ja, zelf ja, 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 ja. zegt, kansarmoede, ja. is echt een reëel iets. Hè. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik, 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 ik zie dat zo bij, bij de voormalige vrachtwagenchauffeur. Dat hij zo, maar ja, ik Frank. Die, altijd de... die, die is zo gegeneerd als ik hem ja, compliment geef. Die heeft zo weinig. Ja, een schizofrene moeder, een heel afwezige vader. Een, een zoon die dan verongelukt is op jonge leeftijd. Die de lievelingszoon was van de vader. Zo, uh, ja, en nooit complimenten gekregen. Ook al in sprottenfabrieken gewerkt. Als zo. Ja, een beetje wel minderwaardige jobs of jobs waar de meeste mensen uh, weinig respect voor hebben. En uh, die is dat echt niet gewoon van zo in de watten te worden gelegd of complimenten te krijgen. En die. Ja, wel, ik, ja hij, hij heeft ook. Ik kan enorm goed typetjes neerzetten en inderdaad, ja, in andere omstandigheden zou dat zeker iemand zijn. Mocht hij meer aangemoedigd zijn of een groter zelfvertrouwen hebben, is dat zeker iemand die misschien wel op een podium zou kunnen staan. En zeker ook in de psychiatrie heb ik veel mensen met, uh, met talent voor poëzie ontmoet. En, uh, maar ja, het is inderdaad nog vaak die artistieke wereld niet echt bereikbaar voor mensen. Uit kansarme milieu. En, uh, en voor u toch wel? Wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe zit jij gepubliceerd? Hoe zit jij daaruit geraakt? Dat die, mm. uh, hey, je had u eigenlijk banaan neergelegd van mm. dit gaat mijn bestaan worden, als, als mm. marginaal randgeval. En ineens zit jij een gepubliceerde auteur. Ja, ik heb op, <laughs> ja, op een bepaald moment mijn gedichten ben opzenden naar literaire tijdschriften. Um, ja ook weer heel gulzig en kwistig. en dan werden een paar gepubliceerd door de brakke hond en dan het liegend konijn en ja en dan die Christian Breuker, zo, um, een Hollands uh... de brakke hond en het liegend konijn Brach. klinken ook als twee mensen die <laughs> ga gewoon in je leven net <laughs> rondlopen en die jij zo noemt <lacht> <lacht> Ja... <lacht> Het liegend konijn kwam tegels liggen bij mij thuis, terwijl de brakke hond de balken inspecteerde voor de uh, draagkracht voor touw. Maar dan, een van die redactieleden van de brakke hond bleek dan een uitgeverij te hebben, een kleine uitgeverij, de Contrabas, in Utrecht. En dan, dankzij die buddingprijs, mm -hmm. um, ja... Ja, want, want het want los, is dan ook ineens een, een Engelse... Hey, We zijn ineens gepubliceerd in de VS ook met je eerste ja, boek. Ja. Hoe, hoe was dat? Wat is dat? Hoe is dat verlopen? Maar ja, dat is zo ja, groot natuurlijk, Amerika. Dus ja. dat was zo wel... Gewoon... Ik stond ik, ik verhalen naar een Easy Thieves Jargon. Mm -hmm. En die gast vond dat echt geestig, mijn verhalen. En uh, op een dag zegt ik <laughs> ik heb een erfenis gekregen. Ik had daarmee een... Uh, Kleine publishing house oprichten, Thieves' Jogging, en ik wil dat eerste boek uh, een roman is van jou. Mm -hmm. zo, zo, uh, ja. zo verliep het. En, uh, ja. Ik heb er nog eentje gevonden, uit 2011. Oei, oei. De Dieren in <coughs> Mij. Gepubliceerd in de Brakke Hond in... Uh... Ja. Mm -hmm. Wow. zo ingehouden nog zo. Uh... Maar je kent als Toen je, en... nog. Dat was veel te braaf. Er ja, ja. Dat ja. was echt niks. Maar je... Niks was het. Maar weet je, nog wel <laughs> dat, weet, je nog, weet je nog wel? de periode dat je dat schreef? Als je dat, ja. als je, dat je ziet wel direct. Ja. Je ziet jezelf wel zitten ja, dat. ja, 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 ja. ja. Mm -hmm. ja. Dat was na de, na de zuiveljaren um, was ik dan uh, ja, via de VDAB sollicitatietrainingen. Um, rolspellen, papieren kikkers vouwen, allemaal van die vernederende. Ik zou, ik zou nu een oproep willen doen aan mensen die er toen bij waren, die nu een rollenspel moesten doen in die VDAB-cursus. <laughs> <laughs> Wat er is met die mensen? Dat zal ook een nee, geweest zijn. Uh, het, het verdict was totaal ongeschikt voor het normale arbeidscircuit. <laughs> Oh. Wat was dat toen je dat las? Was er, zat, voelde toen fierheid? Of... Ja, toen wel al. <laughs> was dat een paar jaar eerder gebeurd, ging ik echt misschien wel zo niet verpulverd, maar toch gekwetst zijn. En, maar toen dacht ik: ja, ja, ja hmm. trouwens, trouwens, dat is iets bij me omdat we nu mee in te zitten. <laughs> er is toch ook wel iets te zeggen over. Um... De, de, ...het literaire van afwijzingsboodschappen. Want dat op zich is dat ook een ritme, hè? <laughs> dat is toch een bepaald soort daar wordt taal... toch ook een paar, Er uh, wordt inderdaad wel wat taal ja, gebruikt... gebruikt uh, ...dat vooral uh, danst rond ja, wat je ja, eigenlijk wilt zeggen. Ja, ja. ja, ja. ja dat, is dat zijn mensen die waarschijnlijk... Huh? ...geen literaire uh, dingen kunnen... <laughs> ...maar dat kunnen die wel zodanig met iets schrijven... ...willen we u meedelen, dat je compleet... <laughs> we, hebben, we hebben erg genoten van hetgeen je geschreven hebt, maar... We hebben een bepaald imago in onze ja, zo, totaal ongeschikt. Dat zegt: de deur gaat niet open, zelfs niet op een kier. Nee. Ja, ja, ik denk dat dat ook wel mijn kracht is geweest om die aanwijzingen zo ook van literaire tijdschriften. Oh ja, je hebt het bij het verkeerde eind. Nu ga ik nog meer schrijven ja. om te bewijzen dat ik. En wel Want na Kittens in the Boiler had ik toch het idee van ja. I'm onto something. Voelde dat er van alles borrelde en dat, ja, dat ooit allemaal wel in elkaar ging vallen als ik lang genoeg bezig was met die terugkerende personages en dat de dieren en ook het geweld en het, de humor en dan elementen uit de popcultuur ja. meenemen. Maar ik zeg ja want dat was iets dat jij ook gedaan hebt als jij jong wordt en dat vond ik ook een heel fascinerend iets omdat ik wel wil weten om wie dat allemaal brieven geschreven is om dode idolen wie waren de dode idolen waar jij brieven over geschreven is um, Ronnie Van Zandt. Ronnie Van Zant <laughs> okay. Jezus Christus Oh, cool en wat hebben daar morgen geschreven eigenlijk <laughs> Hm. Um, Jezus, volgens mij dode hij wel wat sit-ups, want je ziet er redelijk strak het kruis. Wat, wat waren de adjectieven die Jezus ten beurt vielen? <laughs> um, maar ja, maar ik heb wel nog eerder sympathie voor de Jezus die zo de kooplieden uit de Tempel ja, ja, ja. verjoeg de en die het opnam voor hoeren en dronkaards en paria's. Dus... Mm -hmm. Ja. Een beetje een uh. acid van zijn generatie. Dus. <laughs> echt niet. <laughs> of all the names you could have said. <laughs> Tego, Tego. En uw liefde, uh, want er, er is ook iets dat echt specifiek aan u hangt, en dat is natuurlijk ook die, is uw smaak mm -hmm. ja, ja, dat is zo. En achter de volgende die nog. <laughs> De volgende seksistische manspersoon of vrouw die tegen mij zei ah ja, dat is natuurlijk door de voormalige vrachtwagenchauffeur. Nee, mm -hmm. wij luisteren naar totaal verschillende dingen. Mm. Frank, de voormalige vrachtwagenchauffeur, luistert naar... Ik vind het bijna nou jammer dat je zo'n naam zegt, <laughs> de... ik doe dat gewoon nooit <laughs> de, niet meer. De, de voormalige vrachtwagenchauffeur mm. luistert naar Southern Rock. Mm -hmm. Ted Nugent, oh, oeps, oeps. Nice. Ja, ja Almond Brothers Band, nee, oh, heel oké. Okay, mm -hmm. maar... Ik heb daar ook platen van, ja, Ted ja. Nugent. Nee, ja. Double Life Gonzo, geweldige plaat. Zijn politiek, niet zo'n fan van, maar al de rest. En we doorbruggen, ja, ja. Linnard Skinnert, maar het was nog zo'n zo oud T-shirt met op de rug. De Zuiderse Band. Kom... Ja. Tuurlijk, of course. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar uh, nee, ik heb altijd wel uh, ja, gehouden van. Uh, ja, ik denk dat het begonnen is met Guns and Roses. Ja. Zo in de kofferbak van Tante Katrina de Wilfried. Ah, mm -hmm. uh, uh, nou. Um, Paradise City was. Ah, ik zei, wow! Wauw! Seksuele ontwakening, dan die strakke witte jeans van Axel. Wauw! Mm. Hier wil ik een deel van. Mm. En dan, um, <laughs> ja. Van Axel of van de muziek? Ja, ja. Of allebei? Van allebei. allebei. Daarom. Ja, ja. Dan, daarom heb ik ook zo geworsteld met grunge. Ik zei: mm. ah nee! Plots allemaal op podium van die Schattige, slonzige kerels mm. die even goed in de gyro zouden kunnen zitten. Zo ja. lief en hoffelijk. Nee, nee, onbereikbaar en smerig <laughs> en onvoorstelbaar. Ja. Ja, 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 ja. ja, er viel toch wat te zeggen voor die jaren tachtig hairmittle. En oh. daar stond toch wat op Zalig. een podium. Ja, als je, ja, ja. Als je ja. dan denkt dat de Remco even een poel ja. langs heeft, shit met zijn witte uh, broek. Maar Axel deed het ook al toen. Oh, Axel, uh, before anyone did anything, Axel <laughs> <Ja>. did everything. <laughs> maar ja, maar, ja uh, ik hou wel van <laughs> bombast en spektakel. En, mm -hmm. ja. Nou, dan komt er al rap uit bij harde <laughs> rock <and> metal, <laughs> ja, en metal. Uh, ja. En er zit een soort theatraliteit ja. in dat mij ook altijd. Ja. alleen ons allebei, denk mm. ik, dat spreekt ons aan. Hè. Allee, ga je mm, ook helemaal rijken, ga ze daar eigenlijk ook wel ne, 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 een beetje rock metal heten. Mm. Dus dat is wel zo, ja, dat, dat heeft iets. Plus, dat trekt ook mensen aan die al niet het gevoel hebben dat ze horen tot, ja, tot grote loop, hè. de grote noop. Dat heeft waar. dat altijd al gehad. Hè. Nee. Wat zijn dingen waar jij nu veel naar luistert? Nu? King Crimson. Oh, mijn. Prokrok. Oh, 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 oh. je zit dat, in die fase. Dat haten voor mijn gebrachte Het is ten einde raad. Nee, geen Yes meer, geen Genesis. Nee, verschrikkelijk, ja. Gentle Giant, King Crimson, ja, ja. echt de prog-rock-fase nu. Ja, dat nu. staat natuurlijk wel ja. uh, loodrecht tegenover uh, de Southern Rock. Natuurlijk. Dat is wel zo. <laughs> ja. Als je een Lynyrd Skinner man zit, dan is King Crimson wel een zware boterham. Uh, ja, absoluut. Ja. 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 En Black Sabbath, ja, daar, daar luister ik bijna dagelijks naar. Ja. Ja. Um, er, is, er, is een, er is een vraag binnengekomen. Ozzy, Black ah, Sabbath? Of Dio Black Sabbath? Of... Ah, Dio is natuurlijk de betere zanger, maar ja. Ozzy is gewoon goed uh, met Ossie zijn. Er uh, uh, een... is een vraag. Binnen? Ja, er is een ah. vraag binnen. Er was zo iemand die stuurde, omdat ze wist dat oh, je kwam. En ik moest er wel echt mee lachen, omdat ik het. Wacht, ik ga ze even zoeken. Ja, het is altijd goed met Frank, de voormalige vrachtwagenchauffeur, maar die vraag is al. Uh... Dat spreekt echt tot de verbeelding. Dat ja. is oh, onwaarschijnlijk. Mm -hmm. ah. uh, wacht, ik had hem een Leuk. Hoe komt het mee? Een nacht met Alice Cooper of een nacht doorbrengen met Ozzy Osbourne? Ozzy, ja. Hmm. ja. Dat is wel snel, vind ik. <laughs> ja, heel snel. Je ziet er nou ook wel beter oh. uit dan Alice Cooper, ook, vind ik. De Ozzy. Nog altijd. Dat ja, was een hele knappe vent als hij jong was. Hè. Als je daar ja. foto's van gaat opzoeken, als hij zo in het begin ja, van ja, de ja, Black ja, Sabbath-periode... Ja, ja. Damn. Dat ja, was geen lelijke jongen. Maar ook altijd wel een beetje... Uh, ja, crazy, hè? Die kerel was echt... Ja, wel een figuur, man. Je vergeeft hem ook alles, hè? Ja. Allee, Maar dat is ook omdat dat ook lijkt alsof dat hem zelf nooit nee. kwaad in de zin had met nee. wat dat hem deed. Nee, heeft iets kinderlijk. Die, die had meer ja. zoiets van: ja, ik weet het, ja. ik heb het keihard veel uitgevangen. Oh, hier met Sharon, jongen, holy Dat is verschrikkelijk! Crap. Oh, dan, dan lijkt hij op Michael Douglas. Ja. Ik herhaal nee, de vraag: ja. een nacht met. <laughs> Also, Ozzie is zijn eigenaar zelfs nog wel verbeterd in zijn laatste jaren. Ten opzichte van dat, laten we eerlijk zijn. Want hoe oud is die nu, Ozzie? In de zeventig zeker, hè? Vincent Fournier. Ja, ook een figuur, man. Nou. 74. Ja, dat niet veel, hè? Ja, een jaar zeker, hè? Dan is hij 75. Alice Cooper. Ja, ik dacht het wel. Ja. Wat een figuur, man. Ook een goede kop, wel. Ja. Ja. Goeie tanden ook wel. Ja, very, very bleached teeth. Uh, ik denk dat hem die niet had in de jaren zeventig toen hij beroemd werd. Uh, <laughs> ja, Goeie stem ook. Ik herinner me die, die clip van Welcome to My Nightmare. Als ik een kind was en ik dacht: wat the fuck is dat? Zo, Sorry, ook direct ja. altijd zo aangetrokken voelen tot mijn moeder zei dat altijd jij houdt alleen maar van lelijke dingen zei die tegen mij <laughs> altijd lelijk. Lelijk en monsters en slechterikken en waarom ziet jij dat graag en ik dacht omdat al de rest helemaal niet interessant is dat is die boeiend de held van het verhaal is altijd een rechtlijnige ja. saaie kloot ja. die het maar goed wil doen en de slechterik die het ja. doet tenminste zo nog eens iets van tijd tot tijd en je denkt alright zo mooi en dat is misschien wel een beetje wat dat is, hè? zo metal en, en, en punk en ja, alle tuurlijk, hevige dingen. Zo'n liefde voor de the outsider, de mm. bad guy. Degene waar iedereen van zegt, dat is geen goeie. Mm. Terwijl dat je denkt, ah, misschien valt die wel mee. Ik kon er liever mee op café hangen. <laughs> <laughs> als, je zo als je zo dat boek eindigt, het is 500 pagina's, het is, het is een werk. Eh? Um, je zei straks ook van jou, ik ben niet nostalgisch wat mijn teksten betreft. Is dat. Is hoe lang duurt het contentement van dat afgewerkt te hebben? Van een tekst afgewerkt? Van die boek, ah, ja. het is nog een uitgever nee. dan. Um, is, is er op zijn minste minuut geweest dat je dacht: hoe, het is, heb ik weer al gedaan? Nee, ah, ik weet toen dat doorgestuurd was, manuscript. Maar zo allemaal pagina-lettering, alleen dat je niks, mee, niks meer aan kan veranderen. Ik zei: nee, het bordeel, de luxueuze lemming, dat is niet goed. Of, of zo, of daar staat er een Armeense landmeter te weinig of zo. Plots, je hebt, maar die leest wel twijfel staan er wel genoeg naar geestige personages. <laughs> <hè>? <laughs> Heb ik uh, Nick nee, ik... Kijf toch minstens hier een keer afgezekerd? <laughs> ja. Nee, ik, ik herlees dat, ik doe dat niet graag, want ik ben daar niet graag mee bezig, maar ja, natuurlijk wel ja, goed, om, want alleen ja, fijn als er geen fouten in staan, maar ik denk, als ik dat dan herlees, denk ik, ach, oh, soms ook wel, is het dit maar? In mijn herinnering is het baldadiger, mm. en ja. Scherper en dan lees ik het. Mm. Of dan, ik wil ook altijd maar dingen toevoegen. Maar, ja. Wat je dan moet doen, denk ja. ik, allee, niet dat je dat nee. ooit zou doen, maar wat wel wat niet zo slecht is om te doen, is om het binnen een paar jaar terug te lezen. Ja. En dan door te ja. hebben dat je genoeg afstand hebt van ja. wat dat was, ja. dat je Tuurlijk. terugleest, dat je dan nu terug kunt nee. zien: ah oh ja, eigenlijk was het wel redelijk ja. baldadig, of ja. zat er wel dat of dat of dat in. Maar als je ja. er zo rechtop staat. Ja. Vind ik dat ook altijd it's moeilijk. It's it. ja. Zeg je wel iemand dat um, um, bijvoorbeeld hè, de, de heel coole foto van Stefan Timmerman dat er de cover ziert, zeer in your face, ook het lettertype, de font. Het is een boek dat opvalt. Is dat iets waar jij ook 100% zeggenschap over wilt hebben? Of zijn er bijvoorbeeld dingen dat je zegt: nee, dat is een uitgeverij, dat is jullie ding, doe maar. Ja, ik geef hen wel carte blanche, maar ik wist dat Gert Doorman die cover ging... Ja, ze hebben me wel getoond voor die. Ik vond ze ook gewoon goed, raar, hmm. luguber, zo. Ja, niet... Ja, afgrijzelijk. Ik vind dat geen, nee. af, geen, af, geen afgrijzelijke nee, foto. Nee, hmm. Ah ja, de, nee, nee. de definitie van afgrijzelijk nee, anders Tuurlijk, Tuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Ik weet het, maar nee, ik heb die reactie gekregen. Want, maar mag ik zeg, als ik nou die foto ja. zie, ik zit er natuurlijk nu ook op te kijken en nu zie ik ook, het is dubbel, ik zie nu twee keer Delphine, maar ik zie Delphine de cover en, uh, en nu. En je zou kunnen zeggen dat. Uh, als en de ik... teleurstellende realiteit. Nee, nee, <lacht> <lacht> nee, nee ik, ik ging het helemaal anders Kijk, zeggen. Kijk, ging ik, je tof zeggen. Nee, ik, ik, zie, uh, ik zie hier vaak. Uh, uh, Iets iets iets, iets, guitig, iets ogen die aan het wegen. En daar nee. zie ik eigenlijk ja, uh, stoer, maar dat is niet het woord dat ik zoek. Um, ja, in controle. Um, ja, wel iemand een beetje anders dan dat ik hier zie. De, de oude kruisboog schotter, toen dat hij de koffer zag, die foto dan vooral zei. Schandalig. <laughs> dat vond is ook wel een goeie reactie. Mm -hmm. um, ja. Dat is ook een goede woord. Hè? Ja, en waarom denkt denk je dat Omdat zij... Want oh, je die foto is wel. Uh, mensen, om, mensen die het boek hopelijk gaan kopen, gaan wel zien van. Dat is wel. Um, je kijkt wel recht in de ogen van degene dat die een boek koopt. Mm. Terwijl als je u hier ziet, zou je iemand die niet per se altijd iemand in de ogen kijkt. Maar de cover is wel. Je kunt er niet naast kijken, mm. naar die ogen. Dus daarom dat ik dat wel een interessante foto vond. Ja, ik vind dat ook... Allee, ik vind het ook wel een goede foto. Ik denk ook dat het klopt bij de inhoud. En uh, ja, nu ben ik wel blij dat ik voor mijn volgende boek niet op de voorkant moet prijken. Mm. Maar ja, dat was de keuze van de uitgeverij, maar ik vind het een heel geslaagde cover. Maar ja, nee, de oude kruisboogschutter was zo kwaad, zegt hij zo, ah, zo lelijk, en... Lelijk. Hm. Maar... Kun je even een oude kruisboksuter <tie> beschrijven hoe hij er zelf uitziet? <tie> eigenlijk wel heel mooi. Zo'n Willem Tel pak. Nee, <tie> hij lijkt op Tom Jones. Oh, nice. Hij ja, is echt dat wel een zeker, mooie man. Zeker niet slecht. Mooie man. Kashmir, ja, ja. trui. Ja, Mooie man, want ik weet dat in het begin, toen we een relatie hadden, was, wilde hij me ook altijd zo bevalliger maken. <tie> Bij je mand pakjes wormen Of, of alleen dat kwelde en Waarom ben je zo weinig koket En uh, ja, heeft er zich bij neergelegd dat ik. Uh, het is heel vreemd eigenlijk. Het is een hele burgerlijke persoon dat hij zo bijna obsessief verliefd bezeten is van mij. Zelfs mijn boek leest. Mm. En heeft dan zo'n lijst gemaakt van alle pagina's. Waarin de voormalige vrachtwagenchauffeur vermeld wordt, en de oude kruisboogschutter en de betonvlechter? Mm -hmm. Al die mannen, maar ja ik zeg, de betonvlechter heb ik uit mijn duim gezogen. Maar ja, mm -hmm. dat gelooft hij dan niet. Dus, uh, mm -hmm. ja. En met je dan zo'n vergelijkende lijst van ja, ja, de vrachtwagenchauffeur ja. komt er 37 <laughs> <Ja>. keer meer <laughs> ja. in dan mij. En, en op een <laughs> veel sympathiekere manier ook nog. En, ja. Geniet jij, jij van die onderlinge concurrentie? Oh, nee, nee. Ik vind, nee, ik vind het eigenlijk wel een beetje vervelend. Ook wel zielig voor de oude kruisboogschut. <laughs> maar ja, ik ben ook wel verknocht aan hem. Maar ja... Hmm. Hoe ziet hij eruit, als je hem zou beschrijven? Echt zo'n heel gaaf, nobel ja. gezicht nog. Echt een mooie man, zo. Ja. Heel... Ijde, ook wel een paar heertje. En ja, de voormalige vrachtwagenchauffeur is dus echt een, in zijn ogen langharig tuig. En, dus ik denk dat dat dan vooral kwelt. Je verdient zoveel beter. Een makelaar, een makelaar van je leeftijd. Iemand met... waarmee je naar buiten kan komen. En wat, wat sprak u dan aan? Want he, de, de, de vrachtwagenchauffeur, dat snap ik. He, dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van het idee dat je zou hebben van iemand die, die u aantrekt. Maar wat trekt u aan aan zo'n persoon die zo fundamenteel anders is? ja, wat, dus, wat, vond, ja. Wat, wat wat trok u aan om die man wat heeft hij dat jij leuk vindt ja. omdat je toch hem ook niet helemaal loslaat hè? je zegt je zit nee, er nog nee, aan verknocht. nee ik ben zeker aan verknocht. Je, wat, uh... wat geeft hij je nu of wat heeft hij je waar dat jij van zegt ja dat vind ik eigenlijk wel heel cool of daar Omdat burgerlijkheid je zo omschrijft hem vaak nee, maar dat nee, lijkt bij u de, de, dat lijkt de nee. dood hè dat is hetgeen waar jij het meest van gruwt. Mm. maar toch is die persoon iets anders? Ja, um, ja, hij is ook natuurlijk wel gewoon ja, een hele moedige. Ook, ook omdat ja, maar ik weet het is flauw om hen te vergelijken, maar ik kom ook net als de voormalige vrachtwagenchauffeur uh, uit een kansarm gezin, zo de krekel en de mier. <laughs> De voormalige vrachtwagenchauffeur, rock'n'roll, naar metalconcerten, drinken en roken. En de oude kruisboogschutter zo heel naastig werken, een ruïne kopen en daar een huis van maken. Zo heel trots op wat hij bereikt heeft. Ja, terecht, want hij heeft ook werkelijk... Hij komt ook ja, vanuit niets, maar ik denk ook wel zijn generositeit tegenover mij ja heeft ook wel mijn periode van zelfverminking meegemaakt en dan zag ik toch dat hij daar niet op een burgerlijke manier mee omging, niet ja. dat hij dan ook wel altijd maar zijn grenzen verlegde en ook dan ja dat hij zich ook dat er echt een, ook bij hem zo'n soort tederheid was en dat hij echt moest heeft ja bereid is geweest om om toleranter te worden. En, uh, mm. ja. en is dat toch iets dat je denkt dat ook te maken heeft met zijn, met zijn achtergrond? Dat je toch ook beseft dat, dat ondanks al. omdat hij nu gekozen heeft voor een, een rechtlijnigere manier mm. van leven. omdat dat waarschijnlijk voor hem hetgeen was dat alles een mm. beetje op een rij kon zitten, mm. hè? Dat hij losbandigheid niet zag als mm. een deugd, maar eerder als. nee, nee, ik, ik kon dat niet doen. Mm. Maar dat hij je wel begrijpt van waar dat, dat komt of zo? Ja, ja, zeker, zeker, mm. zeker aan vast. En ik denk ook dat die jaloezie tegenover de voormalige vrachtwagenchauffeur is niet alleen jaloezie, het is ook echt bezorgdheid, angst dat ik weer zou terecht, dat ik weer ja. zou beginnen drinken, dat ik weer op het slechte pad zou terechtkomen. Want ja, mm. um, maar ja. ik denk ja dat die fijngevoeligheid daar inderdaad ook in zit, omdat hij weet wat voor een gevecht het is om, om met zoveel obstakels dan toch iets op te bouwen. En ja, en hij heeft dat ook wel meegemaakt in de poëzie en dat ik dat in het begin ook nog zo aarzelend was en dan die opmars. En, en hij is daar ook wel trots op. En ja ja het is ook wel natuurlijk wel een vaderfiguur in zekere zin hmm. de oude kruisboogschutter ja. het <laughs> is nog wel een coole naam van een vader hè, de oude kruisboogschutter <laughs> ja. op zich je hebt uh, je had het over zelfverminking ook dat, dat heeft mij ook altijd gefascineerd om mensen die dat uh, doen um, wat is dat hoe zeg je dat het cliché is eigenlijk een klein beetje dat ze erover praten, of vaak dat ze zeggen: het is om maar iets te voelen of zo. Klopt dat? Of wat, wat zit daar eigenlijk in als je dat begint te doen? Is dat, wat, wat haalde eruit? Wat is hetgeen dat het, dat het u geeft? Wat ja. Pak het af van u? Wat doet dat? Goh, ik weet niet. Dus, ja, het is moeilijk om uit te leggen. Ja, ik denk wel dat er een soort. Ik weet het niet geluksgorbon vrijkomt. Als mm -hmm. ik dat deed, dat dat mij wel opluchtte, dat ik ook dat dat is ja, dat natuurlijk ook die woede is die ik, maar ook wel een, het esthetische, het bloed, dat me daarin heel erg aansprak. Maar ik weet, als kind was ik dat ook altijd wel krassen aan het maken en um, ja, wilde ook, ook al zo bloed zien, dat vond ik dat esthetische moet ook zeker een rol gespeeld hebben en dan, maar ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Mm. Ja, ja. Ik vraag het mij af. Dat is gewoon zoiets waar ik van denk ik. Eh, ik deed meer onze mentale zelfverminking. Nu wijgen we afslagen van binnen, maar dat je het echt letterlijk mm. doet van buiten. Hè, dat je letterlijk zegt: ik kom beginnen met krassen te zetten. Mm. of mee, En dat leek mij altijd iets. Waar ik van denk, ja, waar zit die, die balans tussen? Is het een soort veruiterlijking van mijn binnenkant is kapot, dus ik maak mijn buitenkant ook kapot? Of is het ook iets moois of iets dat u een gevoel geeft van, ah, op zijn minst kan ik dat plaatsen of weet ik wat dat, dat is? Ja, ja, ja. Ik, vond, ik vond dat inderdaad altijd wel heel rustgevend en hmm. niet alleen maar. Uh Oncontroleerbaar of, of clichématig van dat ja, van jezelf verwond Ja, ik weet het niet. Ik, voor, voor mij had dat zeker niet uh, zo'n slechte ziekelijke connotatie. Allee, ik, ik, ik weet het niet misst het wel soms. Ja, dat wil ik eigenlijk vragen. Ja, er is er soms ja. nog de neiging om dat te doen? Zijn er momenten ja, dat je denkt: Nou, zou ja, ik het eigenlijk willen doen? Zeker. Wat, ja. voor, wat voor momenten zijn dat? Als je daar ziet, ik weet het niet. Ja, het is, ja, is maar periodes. Het is niet dat er dan een aanleiding moet zijn. Het is niet dat je altijd zegt: Oh, dat gebeurt alleen maar wanneer oh, no. je echt heel diep zit of je echt no. heel. Dat is niet dan nee. noodzakelijk. Nee, als ik heel diep zit, zou ik me meer toevlucht nemen tot kleptomanie. Dan dat ga je ja, zo... wat dingen stelen. Oké, okay. alright. Was daar, is dat iets? Want ik, ik kan me voorstellen, ik heb, ik heb als kind ooit eens een paar dingen gepikt uit een winkel. En daar zit ook wel iets spannends ja. aan, hè, van dat te kunnen, ik heb dat en ik mag dat eigenlijk hmm. niet hebben. Wat gaf, dat, wat gaf dat voor u dan als je. Is dat, is dat omdat dat destructiever is of zo? Of omdat er iets. Ja, tuurlijk. Omdat het ja, gevaarlijker is. Mm -hmm. dat is jo, ja, ik, Gewoon omdat het heel spannend is en. Um, ja, ik, ja, ik vind dat ook niet. Allee, ik zie daar ook niets immoreels aan. Um, ja, maar het blijft gewoon een hobby als een ander. Nee, maar dit, <laughs> voor mij is <heeft> dat wel. <laughs> dat is wel een hobby. <laughs> Want dat is toch ook iets bijzonder. Omdat je... Wie was dat? Was dat Jennifer Aniston? Wie is er ooit eens gepakt? Nee, Iemand... We know not Rider. Winona no Rider. Ja. Uh, dat het ooit ooit is. Die. Ja. Dat was meerdere keren. Ja ja, maar Dat, die, was, die... dat was van die company van die boekjes. ik ja. dat was dan weer eens. Ja, en die was. Desti... Dat is ook gebeurd in een tijd dat hij nog echt heel ja. populair ja. was. Hè? Dat hij ja. niet zo, eh, actrice op nee, was nee, ze nu nee, met Stranger nee, Things, nee, nee. heeft ze wel nee, terug een revival. Maar er was een periode dat hij een beetje naar de achtergrond gegaan is. Maar Nee, dat was echt in, in, in een moment dat hij echt hoofdrollen in die grote ja, ja, ja. films speelde. En dat je denkt, ja, dus dat, dat, dat draait nooit om het willen hebben van nee, dat ding. Duur, dat draait nee, meer duur, om het doen van. Ja. Ja. Wat, wat, dat, wat voelde jij dan? Dat je jij zoiets. ga wandelt binnen en je denkt, bah, hier gaat het lukken. Of, of. Ja. Ja, het heeft ook iets, denk ik, dat zo. Mensen op verkeerde been zetten ook zo van: Ja, jullie kennen mij nu wel als Delfine Lecoq, maar ik ben ook kleptomaan. Ook Alleen nee, ik weet het niet, het is, het is moeilijk om uit te leggen. Kun je goed pikken? Ja, je moet het zo opzichtig mogelijk doen. Is dat is dat echt ja, een truc? Ja, ja okay. want hij is zo. Het zou wel fantastisch zijn als we die straks naar beneden doen? Ja. boven die tafel is weer. Ja, ja. <laughs> en mijn portefeuille ook. En ik denk, what the fuck? What happened? Wat is zo, dat tot, die... wat is, wat is, wat is, je ooit gepikt hebt? Oh. Opgezette ijsvogel. Dat, was, ja, dat, was, dat, dat was. is inderdaad wel weer een antwoord dat we niet zagen ja. aankomen hier. Een opgezette ijsvogel. Dat lastig, want dat hangt aan zo'n plankje. Die pootjes zijn vastgelijmd aan een plankje. Dus dat is niet iets dat je zo gemakkelijk wegwoffelen nee, is. Maar hoe zeg je hoe zeg je dan buiten je dat zo onder uw jas gestoken en zo maar... <laughs> 360 euro. Ja ja. Het is nog niet goed kopen ook niet. <laughs> Weinig voorraad. Nog maar één over en... <laughs> Oei, ik heb er één in de winkelwagen blijkbaar <laughs> Ja, je. Right, cool. Oh, man. Te ja. goed. Opgezet een opgezette ijsvogel. En wat doe je er dan mee met die dingen? Die Zetten die dan gewoon in uw huis? Of heb je zoiets, dus oh, ik geef dat gewoon weg aan iemand anders? Ja, ik, het doet ik, er ik niet meer toe. Ik heb het al toe. weggegeven. Ja, ja, ja. Ja, nee, ja, nee, het was inderdaad. Dus, nee. dus elke keer als, nee, als iemand een cadeau van u krijgt, denk ik. Healing is <laughs> coming uh, for me. Ik <laughs> hoop niet dat ik de rechtmatige eigenaar tegenkom. Zit er zo iemand met een lamgod zo in zijn living? Shit. Nee, alleen Delphine, ik dacht dat hij echt op mij gedacht had, maar dat is toch wel. <haling> Oh, fantastisch. Um, ik ik wou nog wel eens iets over, over, uh, over de epiloog. Ja, dat, dat is geen spoiler, is geweten. Daar verandert een teneur, of in ieder geval, dat is toch wat het boek um, aangeeft of wilt aangeven. Um, heb je dat, in welke fase van het boek heb je de epiloog geschreven? Ja, dat stond los van het boek en ik heb al te horen gekregen van... Je werpt daarmee een smet op je boek. En mm -hmm. ik heb ook lang niet gewild dat dat erin zou komen. Maar... Uh, ja... Het staat er wel in nu. Het staat er wel in, ja. <laughs> het staat er wel in, Dus ik weet het eigenlijk nog niet. Omdat het zo net zo spannend is in de voorgaande teksten. Dat je nooit weet van is dat nu verzonnen. Ja, uh... ja het is natuurlijk ja. omdat, voor de, de, omdat er eigenlijk ja dat gaan we niet, niet zeggen, maar ja, de hoofdrolspeler in een epiloog zie je ook elders. Ja, mm -hmm. en, en de, ook en, in de context van de psychische ja, voilà. en dus. Ja, uh, dus, en, en ja, daarom ja, dat ik het eigenlijk ja. interessant vind, is dat, uh, dat is een beetje een cliché vraag, maar uh, op het moment dat je die persoon aan het Neerschrijven bent, is, dan een, is dat dan een andere delfin? Ja, ik weet dat ik dat oorspronkelijk voor Humo had geschreven. Ja, ik weet, ja het was zoveelste dossier van grensoverschrijdend gedrag. Um, het was met te maken met studenten in geneeskunde die op stage ja, vervelende. Incidenten Allee, Ja, oké, okay, tuurlijk. Bedreigend en onprettig. Ik um, ah, begon met de keel uit te hangen. Al die hashtag MeToo-verhalen. Um, maar het is geen wedstrijd, dat besef ik ook wel. Maar soms ging het echt over in mijn ogen. Klein, kleinere incidenten. Het werd allemaal op één hoop gegooid. Maar ja, goed. Ik dacht, ik breng mijn hashtag MeToo-verhaal. Niet alleen uit mijn naam, maar dus ook uit naam van, van die vrouw in het paars trainingspak mm. met zwaarlijvige vrouw met verslavingsproblematiek En ja, um, zoals ik al zei, toen, toen kwamen er ja, bijzonder weinig reacties. Opvallend, opvallend weinig. Um, maar goed, um, maar... Ja, ik heb wel een paar mails gekregen. Alleen van mensen die gelijkaardige dingen hebben meegemaakt, dat wel. Maar um, uh, ja, wat dat ik wel gemerkt heb van na, en dat was eigenlijk een journalistiek stuk, dus zuiver autobiografisch, um, dat ik achteraf dacht, Ah, nee, het was niet dat ik spijt had van die getuigenis, maar wel dat ik voelde dat ik me voor het eerst sinds lange tijd ontredderd voelde. En dat ik weer wist, ah, dit is het om, om je te wenteren in slachtofferschap. Dat is echt niet voor mij. Um, ik, moet er, ik moet er mijn eigen draai aan geven en er op een literair interessante manier mee aan de slag te gaan. Want ah, zo'n getuigenis, dat was zo ja, dor en sick en gewoon wat het was. En dat heeft me echt geen deugd gedaan, dat was geen... Geen opluchting, alleen kwam gewoon: werd ik weer overspoeld en was ik verdrietig en ik ben bijna nooit verdrietig, wel altijd vaak chagrijnig en woedend. Maar daar, daar kan ik mee omgaan, daar kan ik iets mee aanvangen. Want mm. met woede heb je die, dat tumult en rumoer, dat is, dat is interessant, daar kan ik alle kanten mee uit. Uh, maar met verdriet, dat valt zo. Als, dat is zo log en dan val je stil en dat is zo gedempt en monotoon en monochroom en nee, dat, nee, dat heeft mij eigenlijk geen deugd gedaan. Dus, maar ja, ik ben er ook niet lang kapot van geweest, maar toen wist ik echt wel oh nee, ik moet echt gewoon altijd de oproerkraaier blijven en gewoon gewelddadig en verneindig blijven en, en niet nie proberen bondgenoten te krijgen of medelijden proberen of zelfs maar empathie, want ze hebben geen empathie. Allee, ik moet Dat ook... mm -hmm. <laughs> klinkt heel melodramatisch, maar... Nee, liever dat ik dan mensen erger, want... Um, ja ik je doet zo'n uitspraak, ik weet niet wie dat ze zei. Hè? Better to be hated for who you are than to be loved for who you ja. are not. Ja, tuurlijk. En er zit natuurlijk ook wel iets in. Ja. Ik, uh, je zou denken, en, dat, en toch zit dat in dat boek. Dus wat is eigenlijk dan de keuze geweest om toch te zeggen: Ik vind het wel oké okay dat het daarin staat? Ja, ik exact. Ik Omdat er het nog dan zo haak staat mee... op ja. al de rest van u hè? of hoe dat mm. jij ermee wilt omgaan. Mm. Dat dat dan toch iets is dat je kiest om te zeggen: Fuck it, zit dat er dan toch maar in? Nee, ik heb, ik heb er lang mee geworsteld en um, gedacht dat het een verkeerde beslissing was. Dus en ik weet het eigenlijk nog niet. Misschien wel omdat ik dat punt maak: van elk slachtoffer moet gehoord worden. Um, ook onaangename, onaantrekkelijke, verslaafde, zwaarlijvige, psychiatrische slachtoffer. Ja, zij zeker in de eerste plaats, misschien, misschien nog meer. Uh, um, maar misschien dat punt allez, vond ik wel belangrijk. Um, dus misschien is het in die zin wel goed dat dat, dat erin staat, maar. Pff. Ik vond nog één ding wel mooi. Hmm. Dat je zegt van hoe hard dat je, je eigenlijk druk gemokt hebt in MeToo. Dat dat wel een klimaat heeft gecreëerd. Ja. Dat je het misschien kon Kieuze. zeggen en dat mensen Kieuze. luisteren. Ja. En dat je dan zegt: kunnen we misschien dan toch nog zo wat vrienden worden. <laughs> <laughs> vond ik eigenlijk nog wel. Ik vond het wel een mooi einde ja. op zich. Zo. Ja. Ik had wel zoiets van: Het is, het is, net, het is ook niet een, een boek waar je verwacht dat de laatste zin wordt: kunnen we alsnog vrienden worden. Als je begint met. Ophanging. Uh, slechte reputatie, heet dat, vind ik persoonlijk. Dat is wel, je, je, je gaat wel heel veel spectra af van het uh, menselijke zijn. Nee, in want boek. Ik, heb, ik, heb vaak, ik trek vaak van leer tegen hashtag me toe. Maar bijvoorbeeld dat er nu, toen ik opgroeide als puber en je maakt iets naar seksueel geweld mee, was. Het, en wat deed je daar zo laat in het donker als meisje alleen? Mm -hmm. En je was zeker onder de invloed. En je droeg te weinig kleren, terwijl nu... Dat, dus dat vind ik goed, dat dat niet meer dat is, ja. gelegd wordt mm -hmm. bij slachtoffers. Maar dat er, ja, dat dan is veranderd, is oké. Okay. En er zijn nog wel zo... Ik zeg dat ook in mijn boek. Ja, Ik denk zo, ook met een eng... Beeld, zo, ja, de jaren negentig was zo de, de periode van de topmodellen, en dat, dat de schoonheidsideaal nu is zo heel opengemaakt, alleen veel breder geworden, dus dat is ook wel positief. Cindy Crawford ja, Cindy Crawford, ja, ja. ja moeilijk uhm, ja. om daar tegenop te boksen. ik weet wel dat dat toen zo was. <Finish> Cindy Crawford was zo het Amerikaanse, die hmm, die, die, die belichamde wat de Amerikaanse dingen was en dat stond aan Heidi uh, Klum, Klum ja, ja. ja. Oh, Linda Evangelista, oh, wauw, al die wow. al die ja. genieten van overal, de, de no Stat Naomi Tatiana Campbell, Patif. ja, uh, en dan The Body, <laughs> Elle <winged> <lacht <cadrearespace> McPherson. <lachtffective> Allemaal van die... Claudia Schiffer. Ja, ja. Die, Daars... had er, die had er toch een beetje Duits ik zeg. Wat, wat ook heel duidelijk <laughs> was, was dat al, die, al die, die topmodellen zo hun moment hebben gehad. Totdat al de, de uh, modeontwerpers toch besloten dat het niet eens meer om hun ging. En dat je ja, zoiets hadden ja, 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 van ja, de tuurlijk, tijd van het topmodel tuurlijk. is nu wel voorbij. Ja. Want het moet teruggaan om wie dat kicks en wat mijn kleren zijn. Zo, dat kan ik nou ook wel <laughs> Naomi Campbell loopt voor Versace. En het is, weet dat je nee, dat... Nee, 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 nee. Versace, daar moet het over gaan. Wel grappig eigenlijk. Achteraf gezien. Maar ja, opgezette dieren kopen. Ga, ja, koop die niet. Ga ja, pak die gewoon mee. Ik <laughs> zeg: Ik ben niet wat je hier gaat pikken, Delphine. Doe dat zo opzichtig als mogelijk. Hè. Stel ons niet teleur. Zoals dus je in Amerika nu weet, hè, zo met dat stand-down van de politie op bepaalde vlakken. Dat je ze nu zo, uh, hoe zeg je dat? Uh, schaamteloos shopliften hebt. Maar er is hoe filmpjes van mijn met een gast ja. die niet met een zak binnenwandelt. Gewoon een boel inlaat en terug naar buiten wandelt. Hè, en dat is het. En dan denkt ook zo dan is de lol er toch ook weer een ja. beetje af van, ja. de kleptomanie, hè? niet? Ja, dat, ook... dat haalt toch echt de toffe eruit, als zelfs iedereen u het ziet doen en zelfs geen aanstalte maakt om u tegen te houden of zo. Dat beroep van de winkeldetective, compleet naar de kloten, leek mij ook zo'n job. Zo'n winkel, ja. de gast die je zo doet alsof dat hem de klant is, maar de tijd mensen in de gaten houden zo. De Sherlock Holmes van de Maldi. Fantastisch. Als je um, schrijft poëzie, is er, zo, is er wel nog. Je, je treedt ook op. Het slimste mens, of dat het nu een zegen of een, of een vloek was. Ik bedoel, je hebt daar wel iets goed gedaan. Dat, dat is overduidelijk. Is er, zie je zelf wel iets anders doen buiten uw pen? Als, op vlak van expressie? Ja. Ik zie, ja, ik denk wel dat ik nog... Een film zal maken. Nee, ik weet het niet, misschien. Ik oh, kan niet wachten om die te zien. <laughs> Fear and Loading <laughs> in gaat... Sint-Chrast. <laughs> <Ja, ja. laughs> Gewoon India Carrefour. Oui. Zo'n <laughs> Jim jarmusch achtige oh, film. Zo. Gewoon that, that alles is. India Carrefour. We were two miles into the woods when the drugs started kicking in. <laughs> nee, dat, want je zegt dat natuurlijk niet zomaar. Hij zei nee, wel, dat, ja. Ja. Ja, dat is een plan. Veel. Nee, ik oh, ga heel vaag plan hoor. maar ik ga wel nog veel experimenteren, theaterteksten schrijven. Ja, maar dat is schrijven, dat is altijd schrijven. Is schrijven. Maar zie je zelf... Allee, ja. Ik zal het dan het gruwelijke woord performen uh, ja. noemen. Is dat iets dat je? Want ja, wel, dit... um, ja, die van uh, die man van de Human Centipede had me <laughs> gevraagd. Die een acteur. Voor een... Van een tweede of van regisseur. Tom ja. Six, die had mij gevraagd oh, ja. voor een rol. Dus de Human Centipede, ja. de film. Ja, die regisseur, dat is een Hollander, mm. Nederlander, die had ja. mij gevraagd voor een rol. En in zijn volgende horrorfilm. Oké. Okay. Ik zeg "Nee, ik zal wel mijn eigen horrorfilm regisseren. Allee, Delphine. vind. <laughs> maar ja, ik weet het. Je had gewoon in de Human Centipede 7 ja, kunnen gezeten ja. hebben. Ja. ja. <laughs> ja. Een gemiste kans. Dat is de Human Millipede. Dan, of zo, dan worden het er echt veel meer. Hebben er, er niet zo weinig zo, waar dat recht belachelijk veel zijn op de duur? Want er is een derde ook, denk ik. Je ja, hebt de Human Centipede 1 en 2, maar dan de derde is zo de meest overdreven. Ja, zie. Ja. Wacht hè. was het nou weer? Of is er een derde? Ik weet het eigenlijk niet. Of zijn er toch maar twee? Nee. Hm. Hey. Hey, en wat denkt er dan? Hey, want op zich, hoe was hij bij u terechtgekomen? Um... Ja, een assistent van hem ja, mailt mij gewoon. Uh, en hij, hij mailde dan dat hij uh, geïntrigeerd is. Door uw uiterlijk. Ja, en ja. dat hij mijn opiniestukken uh, goed vindt. En, en, uh, en, en als je ja had gezegd, ja. had het goed met u afgelopen in de film? Of, ja, uh, waarschijnlijk niet. <laughs> <laughs> en je hebt en niet, niet een klein beetje, uh, want bedoel, dat, dat is sowieso wel een grappig verhaal en, en, ja. en leuk om te zeggen, maar. Is dat dan, uh, je zou kunnen zeggen, je zei iemand die de spur of the moment, hè, wat er uitkomt. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel iemand die toch ook bezig is en, en kordate keuzes maakt in van wie dat ja. ze is als kunstenaar, schrijfster of ja, zo. Ja, ja, Ik wil ook wel de teugels en handen hebben en ik, ja, ik, ik, ja, ik wees wel veel mensen af. Ik denk dan toch, die, die gaan mijn tijd verprutsen, of dat gaan niet... Ja, is, ja ik werk, werk ook niet zo gemakkelijk samen met mensen. Omdat, omdat ze vaak, ja, Niet slim genoeg zijn. Nee, nee. Nee, maar... Ik, ik je, je moet mee. dat zo zeggen. Ja. Is the, is... Maar het heeft ook een vorm van hoogmoed. Want dan voor mm -hmm. Fuck you very, very much of very much. Zo die ja. serie. Francis Luffenburen vroeg mij dan voor zo'n cameo. En ik moest dan, ik weet niet, in een grafkist gaan liggen. Ja, ik speelde mezelf. En dat ging uren duren, die opname. Ja, en dan zeg wat. En nog niet eens een paar regels mogen zeggen. Laat maar hoor. Dat mm. is toch waar? Je... Brusselmans mocht ook in thuis een paar zinnen zeggen. Ja. Maar nee, ik ik ga nog niet naar een rol in thuis. Zeker niet. Nee. Dat is voor later. Hè. Is ah. Zo... Ah. Not yet. Ja. Ja, ik denk dat je het altijd, ik denk, elke vraag is altijd op een of andere manier een compliment is. Ja, tuurlijk. Mm. Vind hij ook heerlijk die. Ja, soms is zuiver opportunisme hè, van zo'n een vijftigjarige dichter die allee, spartelende, zieltogende dichter die plots een brievenboek met me wil schrijven, Allee ja, maar dit van Tom Six, dat was echt was ik echt geflatteerd. Um, maar ja, toch niet gedaan. Hm. Maar nee, maar ik, ik verlaat ook niet zo graag Brugge. Oei. Ja, dit, dit was al heel lastig In voor Bruges mij. In Bruges 2. Ja, ja, ja. Starring Delphine LeConte. Ja. Vond je dit lastig? Nee, hier geraken. Ja. Hm. Ja. Zeker toen ik dan nog aangeklampt werd door Tante Francine uit zich ja. Nee, 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 nee. Nee, maar dat. Is... Maar is, dat wel... is het, is het, uh, is het uh, de omgeving dat je niet verlaat? Of is het gewoon het hu... zeg een huismus? Of is het gewoon ja, vertrouwd. Gewoon, vertrouwd. Angsten, gewoon stomme angsten. S'nachts krijgt dan Antwerpen zo. Ja, groteske, monsterlijke proporties. Zo. Mm. zo schrik dat ik hier niet ga geraken. Of dat ik ga. Ja. Ja, maar het is dus ook wel... Ik geef daar misschien iets te gemakkelijk aan toe. Wel zo een beetje bijna op het autistische af. Mijn structuur ook. En, um, ja, ik moet wel af en toe een beetje durven. Ja, ik word ook zwartgallig. en Ik sluit me soms te veel op en dan word ik echt zwartgal nog zwartgalliger. En dan... Noodgedwongen, als ik dan optreed, ja, merk ik ook van oh, ja, valt eigenlijk wel mee. Mm. Alleen sommige mensen zijn ook mee met de teksten en ze zijn ook niet allemaal zo vervelend of, of onbetrouwbaar of corrupt of ja. Dus, ja. Is er, is er ergens een, 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 hoe zeg je dat, een klas waarin dat dat vind ik contexten staan die te erg zijn om gepubliceerd te worden? Nee. Nee, nee, nee. nee, niet, nee erg genoeg. niet erg die genoeg. Heb ik, die heb ik allemaal weggelegd. Ja, wel ja. Nee. ja die zwakke nee. rommel waar ja. ik niet mee geassocieerd ja. wil worden. Nee, ik heb, ik heb nooit schrik dat het te pervers is. Of uh, inderdaad, eerder omgekeerd schrik dat het. Uh, te flauw of te flat zou zijn uh, uh, en, en, en niet met die humocolom is dat zelden, zeker dat die seksuele passages zijn eigenlijk nooit bedoeld om te shockeren, want ik vind seks tussen ja, de voormalige vrachtwagenchauffeur en mezelf, ik vind, dat is niet shockerend, dus, maar dat er nog iedere keer mensen daar zo dat ordinair noemen of, of ja, vunzig. Of, ik, ik begrijp dat niet. Ik, ik, het is ja, gewoon het is expliciet, maar het is, toch, ja, het is toch nog dat benepen katholieke Vlaanderen, dat er dan zo heftig op gereageerd wordt. Of masturbatie, ja, sorry, is dat nu zo. Uh schandalig om daarover te schrijven of zo ver gezocht nu ook weer niet nee nee ja kijk ja. Die Mensen die dat daarover bezig zijn, terwijl het ja, dat driekwart van hun dag in beslag neemt, vind ik toch ook wel wat vuil eigenlijk. Uh, <laughs> ik, 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 ik vind ik iemand, die no dan. iemand die nooit masturbeert, moet er veel meer schrik van nemen, eigenlijk. Dat zijn <laughs> mensen waar ik van denk. Oh, I mijn know mails, man. Mijn mails naar mijn humorredacteur, soms als ik iets met een column inzend, um, dan merk ik nog, oh, ik twijfel nog. Masturbatie met een muslinereep is met een tapijtschaar niet veel beter. <laughs> <laughs> en dan ziet hij erin en denkt hij: Ah, oh, god's sakes. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Zie gewoon, gewoon dat je een deadline houdt. <laughs> <Ja. laughs> zeg, zeg gewoon wat je wilt, dat is. I don't care anymore. <laughs> ja, inderdaad. Delphine, heb je nog een uh, ja, beetje, ik weet het niet, gewoon een vraag. Als je weigert, zie binnen 10 of 20 jaar. Als je denkt, wat zouden jij nog gedaan willen hebben? Wat zouden echt nog zeggen van, dat wil ik nog? Of misschien ja, tweeledige vraag. Of hoe wilde dat ze dan interesseert u dat mensen op u terugkijken en zeggen dat was zo iemand? Of denkt jij eerder, ah, I don't care, I mock it out? In the end. Ja, nee, ja, ik heb toch wel, um, ja, ik hoop gewoon dat ik, dat ik trouw blijf aan mezelf, dat ik niet, niet te veel in herhaling blijf en dat altijd maar, ja, dat mijn teksten ook wel nog heftiger en nog vreder worden en ja... Um, ik probeer niet achterover te leunen en te trots te zijn op uh, mijn verwezenlijkingen. Maar ja, ik denk wel dat ik nu ongeveer weet welke kanten ik nog allemaal kan uitgaan en dat ik nog wel um, scherper en, en um, ja, origineler kan worden. Dat er nog veel open ligt en. Um, ja, ik hoop alleen dat ik, niet, uh, dat ik nooit zo. dat ik nooit begin trucjes op te voeren of dat ik zo ja, geen karikatuur word van mezelf. Um, omdat, ja, ik, ga ook niet, ik zou niet willen dat die Armeense landmeter en de incestueuze imker, dat ze zo, ah uh, ja, daar is ze weer, dat ze zo afgezaagd wordt. moet ook wel, ja. In de eerste plaats voor mezelf ook wel ja, uitdagen en spannend blijven en uh, ja, ik hoop nog veel te experimenteren. Ik, vind, ja, ik weet ondertussen wat werkt, maar het zou flauw zijn ja, om dat telkens opnieuw dat te herhalen. Dus misschien is voor mij dan een keer terug. Na, op een bepaald moment naar iets wat soberder is maar net omdat dat voor mij dan net heel radicaal opnieuw is maar ik wil alleszins mezelf nog een paar keer ja, heruitvinden en ja mensen blijven verrassen ja en erger <laughs> Delphine Lecomte, merci om af te komen het was mega cool Yes. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, en ik denk dat jij nog lang mensen gaat blijven en Verrassende, <laughs> daar zit ik wel blij mee eigenlijk. Zo moeten er zijn In ieder geval, Delphine, merci om af te komen. Het nieuwe boek van Delphine Leconte. Wie heeft Delphine Leconte vermoord bij onze vrienden Borgeroff en Lambricht? Ligt uiteraard in alle winkels en online en al die andere dingen. Merci om hier te zijn. Het was uh, geweldig om u eens eindelijk in tech te ontmoeten. En uh, dit was het voor ons voor deze week. Ik ben Alex, dat is Andries, dat is Marijke. Samen zijn wij welcome to the AA. En volgende week zijn wij er terug when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh, ik ben hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zend ik eens de... de vee! of kum! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.